Goed, dan zijn we aan het opnemen. Um, Joris van Bree, uh, welkom. Dank u om tijd vrij te maken. Graag, heel graag. We zitten hier aan de Serafina, spreek ik dat correct uit? Of? Aan boord van de Serafina, ja. in het Willemdok, in de schaduw van het mas, in Antwerpen. Ja, ik ging u vragen, kunt u iets vertellen over de plek waar we zitten? Het is dus blijkbaar uw mobiel kantoor. Uh, mijn uh, buurman, die uh, heeft zijn schip hier gelegd. Zondagavond, denk ik. En die had op voorhand al aan mij gevraagd: Van heb je geen zin om uh, tijdens de dag een beetje op mijn schip te letten? En ik zag daar direct een kans in, uh, vooral met goede weer, om inderdaad van hier te werken. Ook mensen uit te nodigen om uh, terug Captain Zippels nog meer onder de aandacht te brengen, uh, mensen van informatie te voorzien. Uh, gisteren ATV uh, op bezoek gekregen. En het is gewoon heerlijk om hier uh, te werken en mensen te ontvangen. Ik kwam, ik kwam hier afgewandeld en ik zag u met de, met de pet van Captain Zeppels op het, op het dek werken. En ik, ik had al het gevoel als iemand morgen bij, als iemand zich zou willen voorstellen hoe dat een reis er zou uitzien uh, op, een, op een vrachtschip. En daar komen we straks op terug. Dat dat een setting is waar dat iemand zich ook in zou kunnen bevinden. Rustig, uitgerust, uh, aan boord omringd door water en uh, vooral, uh, vooral die rust. Ja, ik knijp mij om het uur even in de arm om, even, om mij ervan te vergewissen dat, uh, dat ik hier inderdaad aan boord zit. Uh, het is hier super rustig. Uh, mensen komen geheel voorbij. Ik heb de afgelopen week een uh, klein jongetje gezien aan de hand van zijn moeder, mijn kapiteinspet. En ik uh, winkte de moeder uh, met de vraag om aan boord te komen. Um, en de reden daarvoor was eigenlijk, um, dat klein vindje zien, bracht mij terug naar mijn jeugd um, in de haven van uh, Nieuwpoort, waar ik met mijn moeder, mijn vader en, en mijn zus geregeld wandelde. En dan zei mijn vader: van Je mag er drie uitkiezen, drie schepen, en dan ga ik er één voor jou kopen. Um, en dat interesseerde mij eigenlijk niet. Wat mij vooral interesseerde en wat ik verlangde was, um, dat er iemand op dat schip naar mij winkte om mij om poort te vragen. Dat is nooit niet gebeurd. En ik zag het geluk van dat kind dat hier blijkbaar geregeld voorbij komt mm. en op de boten komt zien. Uh, dat geluk van, van dat kind in die ogen en ja, met een dag was, uh, was al uh, gelukt. Mm. Dus, uh, dat zijn de momenten die voor mij belangrijk zijn. Ik, uh, ik wil het uitgebreid met u hebben over uh, niet louter de vrachtschepen en de, en de reizen die mm -hmm. Captain Zeppels of onder Captain Zeppels worden aangeboden, maar ook om uh, de redenen daarachter, de rust en, en het op uzelf zijn en wat het daar straks voordat we begonnen op te nemen ook even daarover. Ja. Maar um, ik zie op, uw, uh, op de pagina van Captain Zeppels een Antwerpenaar die een mol opgroeide. Um, daarna hebt je aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten gestudeerd. Ja. Um, en waar, waarvan je schrijft, heeft me een oog voor schoonheid gegeven. Ja. Um, dat viel me ook op toen we hier het schip, of, uh, ik weet niet of dat de juiste benaming is, uh, binnenkwamen dat je direct de nadruk legde op hoe, hoe mooi het ontworpen is, of mm -hmm. kwalitatief. Ja. Um, en dan, um, dan schrijf je nog, die vind ik in kunst, dus over de schoonheid, die vind ik een kunst, theater, romans, fotografie, architectuur, interieur, design en in de natuur. Ik ga u vragen om u zelf zo uitgebreid of zo kort als je wilt uh, voor te stellen. Voor mensen die, die geen idee hebben wie jij zijt. Um, uh, wie is Joris van Bree? Buiten deze, de, deze korte inleiding nog. Ja. Um, mijn laatste werkgeefster, uh, Miki Neven, uh, die bestempelde mij als uh, super emotioneel. En ik moet zeggen, die kwam wel binnen. Je begint erover na te denken en, uh, ik, ik moet daar gelijk geven, ik ben een super emotioneel persoon, ik zal dat niet rap uitstralen. Um, maar na twintig jaar in de graafse sector gewerkt te hebben, um, kreeg ik op een gegeven moment de kans um, om iets anders te gaan doen. En ik stelde mij ook de vraag van, ga ik nog twintig jaar verder in de graafse sector of ga ik iets totaal anders doen? En dat heeft mij uiteindelijk bij Captain Zeppels uh, terechtgebracht, um, ik vind het belangrijker en belangrijker om dingen te doen die ik, die ik graag doe. Als ik rond mij kijk, is het leven te kort om zaken tegen je goesting te doen. En ik zie heel veel mensen die inderdaad gebukt gaan onder stress. Um, en ja, dat is, uh, dat is dramatisch. Uh, dus ik heb het over een ander boek gegooid en ik heb daar nog geen moment uh, spijt van gehad. De Koninklijke Academie was geen gemakkelijke periode uh, voor mij. Ik geef dat gif toe. Ik had uh, eigenlijk weinig vooropleiding. Um, de academie stond toen, zat toen in een moeilijke situatie ook. Maar inderdaad, wat ik uh, heb gezegd is, uh, is. de essentie van wat ik daar heb geleerd dat is. Uh, schoonheid zien. En dat is waar veel mensen um, ja, het moeilijk mee hebben, of, of gewoon niet zien. Um, en dat zijn zaken die, 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 die geen geld kosten. En ik haal mijn energie en mijn geluk uit zaken die geen geld kosten. Ik koop al twintig jaar tweedehands boeken. Uh, en ik heb er veel meer thuis dan, uh, dan dat ik heb gelezen. Dus uh, er liggen er nog heel veel te wachten. Maar ik denk als het ooit. Wat was de ratio? Uh, wel, dat zal ik u nu direct vertellen. Uh, als het ooit financieel minder goed gaat, uh, dan kan ik echt mijn minimum overleven. En um, reizen doe je in je hoofd, spreek ik misschien een beetje tegen mijn business, um, maar boeken lezen is de goedkoopste manier van reizen. Ook ideaal om uh, te doen aan boord van vrachtschepen trouwens. Dus je geboren in 1972, ja. dan uh, opgegroeid in Mol, daar in Mol. wel heel uw jeugd gespendeerd. Ja, tot, uh, tot mijn 19 heb ik in, uh, heb ik in Mol Molge Woont. Ik ben op Sint-Jan Bergmans college gegaan. Ik heb, uh, ben daar afgestudeerd en het jaar nadien kwamen er dames naar school. Tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds een zeer vreemd gegeven. Dat er op de school waar ik vroeger heb gestudeerd, dat er nu ook dames les, les geven. Dus toen jij daar zat, was maar dat louter een jongenschool? Enkel 100% jongens, <laughs> er waren een paar. Uh, um, Vrouwelijke lesgeefsters, ouders lesgeefsters, maar voor de rest was dat een mannenbastion. Um, ja, dat is zo zijn voor- en zijn nadelen. Um, maar gewoon het idee dat er binnen die ruimte nu uh, meisjes les volgen, vind ik nog altijd uh, een, raar, een raar gegeven. Was, was het belangrijk voor u om uh, Antwerpen te verlaten? Um, sorry, om Mol te verlaten voor Antwerpen op ja, dat moment? Ja, absoluut. Ik heb uh, in derde middelbaar tegen mijn buurman uh, tijdens een les Latijn, ik zal dat nooit vergeten, Hans Meijne, uh, gezegd Hans, ik ga naar Antwerpen. Jij gaat mee, ik ga mee, zei hij. Um, Hans woont nog altijd uh, in, uh, in Mol, um, maar ik heb, uh, ik heb woord gehouden, ik ben op mijn 19 vertrokken um, en ik uh, ik had het idee om in Antwerpen te blijven. Mm. Ik heb een fantastische jeugd gehad in Mol. Uh, super vrienden, vriendinnen. Uh, fave, uh, naar het Zilvermeer, uh, naar de Miramar, uh, in de zomer. Uh, ja, en herinneringen, uh, goede, goede herinneringen, die heb je vooral nodig in slechte tijden. Uh, dus goede herinneringen samen met boeken, dat is een, zo'n een beetje mijn levensverzekering. Wel nooit gegaan naar Mol? Eens je een antwoord nee. bezat? Nee. Um, in het weekend ging ik geregeld nog uh, bij mijn ouders op bezoek. Toen doe dat nu uh, geregeld nog, maar het uh, contact met, uh, met vrienden en vriendinnen uh, in Mol um, is totaal verwaterd. Um, wat dat jammer is, maar veel mensen zijn in Mol gebleven, andere mensen zijn uitgezwermd. Um, via Facebook wordt er... Uh, Geheel nog nieuws gedeeld, wat dat, uh, wel leuk is. Maar het fysieke contact is er uh, bijna niet meer, uh, en dat is jammer, dat is, uh, dat is een gemis. Maar ja, dat, dat, dat moet ook van twee kanten komen, hè. Is, uh, en het leven is zeer hectisch, uh, al probeer ik dat zo weinig hectisch mogelijk uh, te houden. Maar, uh, het is zoals dat het is. En het kan altijd veranderen. Dat is het positieve daaraan. Hoe kwam dan wel die, die uh, beslissing om naar Antwerpen te gaan? Uh, ik en, bin... en bij uitbreiding om uh, aan de Koninklijke Academie uh, te gaan studeren? Um, naar Antwerpen komen... Ik was geïnspireerd door een aantal bezoeken met de jeugdbeweging, de KSJ in Mol. Uh, een paar keer naar Antwerpen gekomen en ik was daar echt van... Ja, je komt uh, in het Centraal Station van Antwerpen, die Keizerlei. Um, wij gingen met de leiding in de Muzen uh, een pint drinken. We uh, waren 16 jaar. Um, Bedillewijns platen kopen nadien. Um, ja, en dan, ja, de, 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 met alle respect voor Mol, maar uh, ja, dan, die, die, doos, die doos van Pandora die is open, mm. die gaat echt niet meer dicht. Um, en dus eerst heb ik twee jaar uh, politiek en sociale wetenschappen gestudeerd aan UfSia. Uh, maar dat uh, bleek niks voor mij te zijn. Um, er waren een aantal vakken waar ik uh, totaal geen interesse in had. Um, statistiek onder andere. Ik droom daar geregeld nog van. Uh, met dezelfde resultaten trouwens. <laughs> um, en dus na twee jaar. Um, heb ik tijdens de zomer tegen mijn vader op een gegeven moment gezegd, ik ga naar de Koninklijke Academie. Ik moet zeggen dat mijn vader daar uh, ja, niet echt tevreden mee was, maar die zei van, ja oké, okay, ga je informeren, um, laat weten hoe dat je dat ziet, uh, en dan zien we wel. En uh, uiteindelijk, vijf jaar nadien, was ik afgestudeerd aan de Koninklijke Academie. Uh, moeilijk traject, maar dat heeft mij zeer veel uh, bijgeleerd. Uh, ik werkte ook veel in cafés, Um, en ik raad iedereen aan om tijdens een studentenperiode um, in café's te gaan werken, um, sociaal contact, um, situaties inschatten. Um, ja. Verantwoordelijkheid nemen. Over verantwoordelijkheid it. inderdaad, uh, hard werken, laat werken, uh, geen zin hebben om te gaan werken. Ik kan u verzekeren als je om zaterdags om tien uur s'avonds pas moet gaan werken en je zit tv te kijken, uh, maar. Ja, oké, okay. ik bedoel, soms moet je dingen tegen je goesting doen. Hm. Um, en daar, van die ervaring geniet ik nog altijd. Dus, uh, ik, uh, ik ga nog niet direct met Captain Zeppels uh, medewerkers aantrekken, um, maar ik zeg tegen iedereen, ze moeten aan twee voorwaarden voldoen. Um, liefst bij een jeugdbeweging zijn geweest en in een café hebben gewerkt. Hm. Je zit dan na je studies als grafisch, R.S. Grafisch, in de ja. grafische sector beginnen werken? Ja, ik heb uh, gesolliciteerd uh, bij een drukkerij zonder eigenlijk te weten dat het een drukkerij was. <laughs> dus de inhoud van de vacature spreekt oh, mij aan. Ja, wat dacht je dan dat het wel was? Um, ik had geen idee. <laughs> uh, dat was nog voor uh, het internet of het begin van het internet, dus het was een annonce in de krant. Um, maar de inhoud spreekt mij aan. Uh, en op de academie hadden wij natuurlijk ook niet geleerd om te gaan solliciteren of sollicitatiebrieven enzo dus ik had dat gesprek um, en op een gegeven moment vraagt die man aan mij van uh, meneer Van Bree, weet u eigenlijk wel wat dat ons bedrijf doet? Mm -hmm. waarop dat ik zei, als u het mij vertelt bij deze achteraf denkt u bij u eigen van, hoe haalt het in uw hoofd om zoiets te zeggen, maar daar zat geen kwade wil in, dat was gewoon dat floepte er bij wijze van spreken uit. Um, en dan uiteindelijk ben ik daar aangenomen. Um, ik heb er een aantal jaar gewerkt. Ik heb daarna uh, bij Antilopen gewerkt. Ik heb 17 jaar bij Albe de Koker gewerkt. En dan nog anderhalf jaar bij Bureaucat. Uh, en dan uh, heb ik de beslissing genomen om het over een andere boeg te gooien. En de Graafse wereld vaarwel te zeggen. Ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan, heel veel passie. Geur van inkt, papier. Um, ja, ik mis dat. Maar ik mis niet de, de stress, um, de korte doorlooptijden, uh, de verkeerde bestanden ontvangen. Um, dat is leuk om dat 20 jaar te doen, maar niet 40 jaar aan een stuk. In ieder geval niet, niet voor mij. En kwam die, um, kwam die verandering dan uit frustratie of uit inspiratie was dat op een punt dat je zei ben je gewoon kotsbeu of nee ik wil iets anders en dus goed geweest en... ik, heb, ik heb 17 jaar gewerkt bij, bij Albe de Koker Ik um, ben dan gevraagd geweest om bij Burka te, te gaan werken, ik heb dat anderhalf jaar gedaan um, en dan hebben we samen de beslissing genomen om er een punt achter te zetten um, en dat was het moment dat ik terug uh, aan mijn fietstocht op weg naar Lilo, droogte van de boudewijn -sluis. daar lag, ik zie het beeld nog altijd voor mij, Er lag een schip in de sluis en er waafde een Filipino naar mij. Hmm. En ik dacht dat het andersom moest zijn. Mensen aan land wuiven altijd naar mensen op een schip. Ik vind dat een zeer vreemd gegeven. Want niemand waaft naar mekaar tenzij dat de ander op een schip staat. Hmm. Het doet mij herinneren aan de... als motorrijder. Ja. Ik wuif naar niemand in het verkeer, tenzij je op je motorfiets zit. En, en zelfs gedeeltelijk bij buschauffeurs ook, die elkaar zelfs nog nooit hebben gezien. Zoals ja. bij de motorrijders en bij de ja. mensen op een boot of aan de kade. Um, dat dat een, een soort van band creëert. Mm -hmm. Hetzelfde is ook uh, als we gaan zeilen. Dan komen een ander uh, schip tegen, wordt er ook altijd. Uh, gesalueerd naar mekaar. Mm -hmm. um, dat is ook... Uh, ja, dat doet iedereen. Uh, ja. Nu, om dan, om dan te zeggen, hoe, hoe is dan de stap gekomen om van... om in samenspraak met de uh, met bureaucrat te zeggen, oké, okay, we zetten er een punt achter. Wat gebeurt er dan vanaf dat moment? Um, op dat moment uh, werd er een einde gemaakt aan het contract. Um, en ik kreeg de kans om, uh, om een nieuw pad in te slaan. Zoals ik net zei, dacht ik terug aan dat moment van, uh, van die Filipino. Wat ik toen al dacht: van, hoe zou het leven aan boord van een vrachtschip zijn? Um, en ik was niet van plan om van de ene job in de andere te springen, sowieso niet in de graafse sector. Alhoewel dat er uh, wel interesse was. Dus ik heb voor mezelf de tijd genomen um, om erover na te denken. En ik heb uh, eigenlijk vrij snel volle bak gegaan voor het idee van Captain Zeppels. Dus, wat ik uh, eerst heb gedaan, is uh, gekeken hoe dat ik aan boord kon raken van een vrachtschip. Um, en dan ben ik afgelopen zomer vertrokken naar, uh, naar New York. En aan boord van het Atlantische Oceaan um, was ik bijna zeker van: dit is, dit is te fantastisch om uh, niet te kunnen delen met andere mensen. Andere mensen die, die kans te geven om uh, weg van alles en iedereen tijd te hebben voor jezelf. Uh, je bent niet meer de vader, je bent niet meer de zoon, je bent niet de, de directeur. Um, alles valt van jou af. Uh, je bent omgeven door lucht en water. Eigenlijk word je herleid tot essentie. Is het voor u moet je vooropassen dat je niet van Liefhebber gaat naar nu de ondernemer of de manager. Mm -hmm. Dat je zelf nog wel dat kunt doen um, wat je zo graag doet, namelijk die reizen, die reizen maken. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ondertussen met je zaak uit te bouwen. steeds minder en minder tijd hebt om eigenlijk te doen. Mm -hmm. om eigenlijk het product ja. te gebruiken of te, um, te beleven mm -hmm. dat gaan andere mensen aanbieden. Ja. Is, is dat zo? Dat, dat, dat is absoluut zo. Dus het idee van Captain Zippos is langs alle kanten bekeken en beredeneerd en zo, en overdacht en zo. Uh, en dat is het enige. Dus ik kan mijn bedrijf niet leiden van op een vrachtschip. Hm. Um, dus er we zijn wel mogelijkheden, maar uh, het gebrek aan, uh, aan, aan, uh, aan wifi uh, aan boord uh, ja, maakt dat het, uh, dat het zeer moeilijk is om. Uh, om te werken aan boord um, maar ik kan u verzekeren gisteren waren er passagiers die van Finland terugkwamen en die dan hun verhalen vertellen hun dagboek naar mij doormelen, met foto's um, en dan zit ik mee op dat schip en ik zie die mensen genieten en uh, ik uh, als het wat minder druk is of zo ben ik vast van plan ook om uh, naar Noorwegen 14 dagen te gaan. Er zijn zo'n aantal uh, reizen die uh, met stip zijn aangedaan. Um, maar nu is het uh, inderdaad ja, vol een bak ervoor gaan en uh, een bedrijf van de grond te uh, krijgen. Dus, uh. Hoe lang bestaat het nu? We zijn gestart op, uh, als ik me niet vergis, maandag 1 april. 19 of 18, 18. Uh, 19. 19. Ja. Ik, ja, nee, sorry. Ik, 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 ik vroeg me daarnet nog af, uh, omdat we er nu snel overheen, overheen gegaan zijn, maar hoe dat, u, hoe dat uw omgeving, eerst uzelf, maar dan ook uw omgeving, reageert op iemand dat een carrière heeft in een bepaalde industrie, mm -hmm. en dan naar iets volledig anders gaat. Of dat, of dat zo vanzelfsprekend was voor de mensen rondom u ook? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik heb... Ik heb... Uh... Ik heb dat eigenlijk al niemand gevraagd. Weet dat u dat nu vraagt? Ik heb dat eigenlijk niemand gevraagd. Um, en mensen hebben dat ook niet, niet echt gezegd. Maar mensen die mij kennen, die weten als ik een beslissing neem, dan, dan is er over nagedacht. Um, en dan ga ik er gewoon voor. En mijn ouders, die, die kennen mij denk ik het beste, samen met mijn vriendin. Uh, en die weten gewoon van, uh, we gaan hem steunen, hij weet met wat hij bezig is um, en hij gaat gewoon voor zijn, voor zijn passie. Hè. En dat is niet gemakkelijk. Het is, uh, het is veel gemakkelijker, zeker voor de mensen rondom u, om uh, van uh, acht van tot vier of van negen tot vijf te gaan werken, vijf dagen in de week. Um, en na een tijd begint dat te wegen, want ik ben zeven op zeven daarmee bezig. Ik, uh, ja, het is continu Captain Zeppels. Hm. Wat wel heel cool is, is dat je in, de, in het product of de dienst um, die je nu maakt of aanbiedt, maakt je iets wat mensen vanzelf moeilijk, neem ik aan, naar op zoek gaan. Maakt hm. je dat heel tastbaar en heel eenvoudig? Ja. ik heb, wat ik wat het daar straks daar kort over. Maar het idee om met een boot mee te gaan is iets waar ik ook al wat om de zoveel tijd eens binnenkomt. En dat ik denk, ah ja, dat, zou, mm -hmm. dat lijkt mij wel tof. Ja. Maar dat is iets waar u dan achter zit en zegt, ja, oké, okay, waar begin ik concreet? En, en, mm -hmm. en dan heb je misschien een, een rederij of een boot um, of een contact. Maar ja, hoe zit dat dan weer met uw met visa? Hoe zit dat met, ja. met, allee, met al die dingen die erbij komen kijken? Dus je maakt wel iets. Je maakt wel iets, um, uh, iets wat daar, daar ergens hangt, heel tastbaar. Mm -hmm. en ik neem aan dat dat voor mensen wel een, een, heel, een, een, uh, een heel fijn gevoel geeft van ik ga naar Joris of mm -hmm. naar Captain Zeppels ja. en die kan die droom of die kan die ambitie waarmaken. Ja. Ik, um, ik, ik breng de droom dichterbij, binnen handbereik en ik geef dat vertrouwen. Um, en, en, en dat is het eigenlijk. De, meest, de, de topbestemming nu is Antwerpen, Finland, Antwerpen. Acht dagen. Waarbij ik uh, mensen tot in een kayak kan brengen. Um, ik denk niet dat ik meer service kan bieden aan mensen. Uh, dus ik breng ze voorbij de terminal. Uh, tot op de parkeerplaats kunnen ze een auto parkeren. Dan gaan we samen aan boord. En uh, ik, ik heb zaterdag nog uh, een passagier aan boord gebracht. Ik heb hem de brug laten zien met de eerste stuurman. Uh, de keuken. De... Dus dan zijn die mensen helemaal gerustgesteld. Kennen dan ook in één keer de eerste stuurman. Dat was een Nederlander. En dan neem ik afscheid met pijn in het hart. En ik zou liever meegaan. Hmm. <laughs> maar dat kan dan niet anders. Um... Ja, het is. Uh, ik... Er hebben nu bijna 700 mensen ingeschreven op de nieuwsbrief, waar de 700 mensen, als ik me dat voorstel, dat is, echt, dat is in mijn ogen gigantisch. En ik vraag altijd aan mensen van, waarom schrijf je in op de nieuwsbrief? En het antwoord is meestal, dat is al jarenlang mijn droom. En wat is er mooier om die droom binnen handbereik te brengen van andere mensen. Ik had deze voormiddag een koppel op bezoek hier aan boord. Die mensen die van: Ik heb altijd met mijn zus um, een reis willen maken aan, uh, aan boord van een rechtschip. Um, maar mijn zus is terminaal en uh, ik wil in september vertrekken. Voor wie maakt je het eigenlijk? Of voor welk type mens maakt je het? Um, mensen die, die gelukkig zijn met hun eigen, of die zoekend zijn naar hun eigen, maar die niet op zoek zijn naar entertainment. Ik denk dat dat het grote verschil is. Um, als je op zoek bent naar entertainment, dan zijn er luxecruises. Um, als je niet zonder de massa kan, dan zijn er luxecruises. Maar als je weg van de massa wilt zijn en je hebt genoeg aan jezelf en natuurlijk ook medepassagiers die meestal like-minded zijn. Is het, wel, het gebeurt vaker wel dan niet dat er ook nog andere passagiers ja. zijn. Ja. Ja, het is niet dat je alleen of al dan niet met iemand anders die je meeneemt, maar het is niet zoals ik morgen zeg. Ik ga graag mee met een boot dat ik per definitie alleen ga zijn. Er kunnen ook andere passagiers mm -hmm. zijn. Meer nog, de kans is groot dat er andere. Ja, ja, ja. Okay. ja. dat is ook iets waar we direct communiceren. Dat is ook een van de vragen die ik meestal stel. Van, uh, wens je dat, er, dat de kans bestaat dat er andere passagiers aan boord zijn of niet? Um, Jeff is nu veertien uh, dagen naar Finland. Die zit als enige passagier aan boord, omdat er maar één kajaat is uh, voor één persoon. Um, sommige mensen hebben die voorkeur, anderen willen toch andere passagiers mee, mee aan boord hebben. Omdat ze dan drie keer per dag mee eten, omdat ze dan toch dat contact hebben en voor de rest van, van de dag gaan lezen op Tik of uh, naar de zee gaan kijken of de oceaan. Um, dus er, er, ook van lengte, we, we beginnen vanaf zeven dagen. De langste reis is 119 dagen. Uh, en als we dat daartussen zit... Uh, is mogelijk boekbaar. Heeft iemand die al geboekt? De langste nee. reis? Dus nee. dat lijkt me wel cool om dan de ervaring uh, ja. een keer te horen. Wel ja. ook niet per se omdat het de langste is, maar dat is wel um, intens. Ja, dat is, uh, dat is uh, een, een, een driedubbele marathon of zo. Ja. Het is, mm -hmm. uh, ik uh, moest mij vragen uh, direct. Hè. Ik teken het direct. Ik ben voor uitdagingen. Ik wil weten of dat ik dat uh, ja, hoe dat ik dat beleef. Uh. Ik ben sinds Captain Zeppels ook in van alle verschillende werelden terechtgekomen. Mm. Ik heb in het begin een vraag gekregen van een koppel uit Morsel En die vroegen of dat ik hun van Singapore terug naar Antwerpen kon brengen. Ik zeg ja geen enkel probleem. Ik zeg, woont u dan in Singapore? Of uh, gaat u dan op vakantie met vliegtuig? Uh... Nee, nee, wij gaan met de fiets. Ik wist dat er mensen vanuit Antwerpen naar de zee fietsten. Hmm. Uh, maar van Antwerpen, van Mortsel naar Singapore fietsen? Ja, ik wist niet dat dat bestond. En er zijn wel... Ja, bij ons aan boord zat er een, 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 een Engelsman, William. Uh, die was met zijn fiets aan boord. En die is in Canada van boord gegaan en die is helemaal naar vancouver gefietst los door canada dan is die naar uh, los angeles gefietst verder en dan naar san francisco om dan het vliegtuig terug te pakken en we hebben nadien nog contact gehad, ik had hem een foto doorgestuurd waar dat hij op het front de keel van boven stond met zijn arm uit elkaar naar de oceaan aan het kijken was en hij was zo dankbaar dat ik die foto van hem had doorgestuurd en hij zei: Joris, dat is het mooiste moment geweest van mijn volledige reis. Los van die vijf of zesduizend kilometer door Canada, dat was het hoogtepunt. Daar heb ik echt niks aan toe te voegen. De foto staat trouwens ook uh, op onze Facebook, denk ik. Uh, ja, heel straffe kerel. Moet je ook mensen soms uh, de deur wijzen? Of, zeggen, of, of voelt je soms, wel, dat is een ja-nee vraag, en, en de, de, de andere vraag zou zijn, moet je soms mensen begeleiden, dat gevoel van, ze hebben misschien verwachtingen die niet stroken met de realiteit? En de reden is, hoe, meer, hoe langer je vertelt over de, over de, de de reizen die je aanbiedt, mm -hmm. ik, ik, ik hoor of zie heel veel parallellen met de wandeltochten die ik maak. Mm -hmm. um, het zijn andere ervaringen, maar er komen heel veel, ik, ik herken heel veel dingen, mm -hmm. en daar gebeurt het soms dat mensen een, een, een veel positievere ervaring hebben, een soort van een Instagram beeld van hoe dat zo een reis is, met enkel de hoogtepunten en weinig van de dieptepunten die ja. er ongetwijfeld zijn. Mm -hmm. Um, en, en vandaar vroeg ik mij af: zijn, zijn er mensen die, die waarvan gevoeld van die zien het allemaal ofwel te rooskleurig in, of die, daar moet ik toch een keer die moet ik daar ook wel wat door coachen, of daar moet ik gewoon tegen zeggen van sorry, maar ik denk niet dat dit voor u op dit moment iets is? Ja. Gebeurt dat überhaupt? Wat wij vooral doen is mensen begeleiden en informeren, die twee zaken. Um, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Um, maar ik had de vaste overtuiging, moest mijn gevoel aangeven en gestaafd door, door bepaalde feiten, inderdaad um, dat mensen iets aangaan wat dat voor hun eigen um, niet goed zou zijn, of voor andere passagiers, of de bemanning, want dat zijn eigenlijk de, de, de drie actoren. Um, ja, dan wil ik er verder met die mensen over spreken. Um, er is sowieso een medisch aspect. Je moet een doktersattest laten invullen. Je moet voorgelegd worden aan de rederij. Dus um, je moet ook uh, fysiek in orde zijn om uh, te reizen aan, vracht, aan boord van vrachtschepen. Maar ik denk dat het de vrachtschepen zo impressionant zijn dat, uh, dat er tot nu toe nog geen mensen hebben gezegd van. Doe mij maar drie maanden. Um, de vraag die ik nu krijg is, ik wil eens testen, maximum 14 dagen, en als mij dat meevalt, zoals werd Hulselmans, zeven dagen Ierland, Cork en Dublin, en daarna gaan we naar Jamaica, of daarna gaan we naar Costa Rica, of Zuid-Afrika, of China. Dat um, is nu mijn ervaring. Kortere reizen om dan nadien uh, mm -hmm. langere reizen te maken. Ik ben aan het nadenken over wat je, je daar straks zei van uh, het, het ideale type klant of zo. Mm -hmm. Het ideale, de ideale type reiziger. Um, <laughs> hoe, hoe denkt iemand, als, als, als ik hier nu naar luister, hoe... Wat ik mij nu afvraag is, hoe bereid je één, hoe bereid je zelf zo'n reis voor? En dan, voorna, en dan bedoel ik niet het praktische, wat ook natuurlijk de voorbereiding is, maar vooral, vooral hoe, be, hoe bereid je je daar mentaal op voor? En vind um, laten we daar beginnen? Hoe, het is, het is, waar ik net aan denk was, er zijn bijvoorbeeld vandaag zijn van die silent retreats, zo'n tien dagen en niks. Mm -hmm. En je ziet mensen die gaan van nooit gemediteerd of zelfs een moment rust hebben naar ineens tien dagen en dat is nogal bruut. Mm -hmm. En ik was aan het denken, iemand die bijvoorbeeld zegt. En ik, ik, toevallig gisteren nog was ik bij vrienden en daar ging het over. Um, mensen dat nog nooit alleen hebben gereisd. Ja. Wat voor mij heel vreemd mm. Wel, ik, ik, heb er begrijp, ik begrijp het natuurlijk, ja, natuurlijk, maar. Voor mij als 27-jarige vind ik het altijd opmerkelijk als iemand vertelt over hoe hij nog nooit alleen heeft gereisd. Mm. Omdat daar, ik denk dat ik, 70, 80 procent van mijn tijd alleen reis of spend neer. Um, maar stel dat zo iemand zegt, ja, dat. Dat meevaren lijkt mij wel iets. Is dat dan ook nogal een bruske eerste ervaring om alleen te zijn, of valt dat, of valt dat best nog wel mee? hangt er af welk schip of welke route dat je boekt, als je natuurlijk alleen aan boord zit, dan kan dat heel brusk zijn. Maar als je, zoals ik, na, naar New York ben geweest, vijf andere passagiers, chef Kok, souschef, steward, drie Filipino's, Waar je ook drie keer per dag contact mee hebt. Moet je ook inbeelden. Er is geen, g, er is geen gsm in de buurt. Geen tv. Geen, uh, geen laptops en zo. Internationaal gezelschap. Uh, zoals ik er straks zei. Like-minded mensen. Dus er wordt heel veel gepraat. We hebben op een gegeven moment aan het ontbijt gezeten. Waarop dat uh, een Canadees zei van. Blijven we zitten voor het middag eten. Of gaan we toch nog even naar de kajuit, of uh, om maar te zeggen van, ja, um, je, hebt ook je, je hebt aan boord ook wel wat contact. Als je alleen aan boord zit als passagier is dat anders dan, uh, dan uh, dat zijn meestal kleinere schepen. Uh, ja. Na zes dagen kom je ook tegen, ik bedoel, ben ik, ben ik mij tegengekomen, uh, dan is het dan zijn de, de meeste verwonderingen een beetje, een beetje gekalmeerd, want het is echt overweldigend. Hè? Een vriend van mij, Olivier, bracht mij naar dat schip. Op vijf kilometer zei ik al, Olivier, het is die richting uit. Hè? Die zei, hoe oh, weet je dat? Ik zeg, ja, oh, omdat ik hem al zie. Hm. Uh, het is waanzinnig, hè? een schip van 300 meter. Uh... Maar soms moet hij springen in het leven. Uh, en gewoon zien wat dat met u doet. En ik denk fantastisch. Zijn. Maar het probleem van veel mensen. Ik heb met iemand gesproken en die mevrouw die zei fantastisch idee. Uh, maar ik overweeg het zelfs niet. Uh, omdat ik mijn agenda, die minstens een maand op voorhand volledig is dichtgeboekt. Dat ik daar geen afstand van kan nemen. Het leven. Bestaat bij mij uit het volgen van mijn agenda. En als ik die niet meer heb en ik zit op een boot, op een schip waar ik niet van af kan, ik denk dat ik zot word. Dus als er een coach meegaat, dan wil ik het overwegen. Ik zeg: ja, oké, okay. geen enkel probleem, er is plaats voor twaalf mensen. Maar dat is ook een wereld die niet de mijne is. Hm. Ik heb mis... Ik verschiet daarvan. Is dat niet een wereld waar je wel uitkomt? Misschien niet zo extreem, maar wel zo um, planmatig. Uh, ja, absoluut. Maar dat was, um, dat was eigenlijk vooral de, 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 de planning: de, de productieplanning. Uh, maar bij haar was het meer uh, afspraken. Um, uh, ze woont in New York. Afspraken. Um, ja, met, met, uh, met relaties, met, uh... ja, de, 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 de vraag is, is, is van, ja, vinden, vinden ze dat leuk of vinden ze dat veilig? Is dat aangenomen of, of is dat gewoon een veilig gevoel? Hmm. Of, is dat, uh, of is dat om, om andere zaken, uh, ja, ergens uh, in een gesloten potje te houden? Maar zijn dat dan type mensen waar je het eigenlijk het nog het liefst voor zou doen? Stel dat ze zegt oké, okay, ja, op die en die voorwaarden of met die en die coach mm -hmm. of wat dan ook ja. erbij of jij erbij, ik zeg maar iets. Mm -hmm. Is dat dan wel het type persoon waarvan je denkt ja, daar, daar kun je enorm veel uh, vooruitgang in boeken? Mm -hmm. Zo iemand kan heel veel, ja. heel veel, en vooruitgang is niet het juiste woord omdat dat op zich niet op die schaal of zo werkt, denk ik. Maar is dat dan wel het type persoon waarvan je zegt ja, die, die zou het net nog het meeste kunnen gebruiken? Ik. Toen als ik mijn businessplan aan het schrijven was, um, en dan komt er ook bij van hé, wie is uw doelgroep en zo, uh, was voor mij, waren er drie groepen. Dat waren de, de mensen rond 25 jaar, die zijn afgestudeerd en die gaan werken, of 23 jaar, die op een keerpunt staan eigenlijk. Uh, en dan de volgende groep, de 45ers, die al Een paar jaar getrouwd zijn, al een tijdje werken um, en die eventueel ook op een keerpunt staan, familiaal um, of professioneel. En aan de 65-plussers. Uh, dat is de groep die, uh, die tijd heeft waar dat uh, belangrijk is voor het reizen aan boord van vrachtschepen um, en die ook de financiële middelen hebben om, uh, om dan langere reizen te, te boeken. Uh, maar en, een, ja, sorry. ja, en, en ik, ik hoor ook geregeld zo van, ja, mijn, uh, mijn, mijn vriendin is net gescheiden. Uh, en ik denk dat dat absoluut iets voor haar zou zijn om, uh, om gewoon eens alles te overdenken. Wat heb ik tot nu toe uh, in mijn leven gedaan? Wat ben ik nog van plan met de tijd die mij gegund wordt? Uh, dat is in ieder geval, dat zijn de, dat zijn de vragen die ik me die, die heb gesteld uh, aan boord. Hm. Hoe, hoe ziet het er heel praktisch uit? Iemand gaat bezoekt morgen uw website. Um, wat zijn dan de stappen tot, uh, tot het inchecken in of inschepen? Ja, interessante vraag. Um, de vraag die ik. Ik begin altijd met vragen te stellen. Um, en dat is wanneer wilt u vertrekken, of wan van wanneer kan u vertrekken? Hoeveel dagen heeft u beschikbaar? En ik heb ook namen en geboortedata nodig voor de beschikbaarheid aan boord te checken. Waar wilt u onderweg zijn, ook nog een belangrijke. Um, en dan bekijken we de mogelijkheden uh, een deeltraject of een rondvaart. En als we daar een aantal keuzes hebben gemaakt, uh, neem ik contact op met de rederij voor de beschikbaarheid te checken. En die geef ik door aan, uh, aan mijn passagiers. En dan uh, beslissen zij om de reis te maken of niet. Dan krijgen ze een contract voorgelegd, um, de reissom die, uh, die wordt overgemaakt, Dan er moet een uh, doktersattest ingevuld worden een maand pas voor vertrek. Uh, een reisverzekering en een annulatieverzekering ook. Uh. Ik zag op de website een uh, helicopter, uh, helicopter rescue. Ja, dat is, of moet er ook in zitten. Dat waren de, de deviatieverzekering die zit mee in de prijs in. Dus die moet u zelf niet, uh, niet verzekeren. Dat is inderdaad voor als er uh, calamiteiten gebeuren, hm. dat er een helikopter aan boord moet komen of het schip moet naar de dichtstbijzijnde haven uh, uitwijken. Dat zit, uh, dat zit in de prijs in. Um, maar die annulatieverzekering is ook, wel, is ook wel belangrijk. Ik heb een, een passagier die uh, drie weken geleden zijn schouder heeft gebroken. Ja, dat is jammer en dan is dat wel handig dat je een annulatieverzekering hebt. Um, en dan wordt de vertrekdatum ook meegedeeld. En 24 uur op voorhand wordt er ook een uur meegedeeld. En indien mogelijk spreek ik af met de passagiers bij de zeevaartpolitie. Omdat ze daar een, een, een papier nodig hebben. Ze moeten hun daar aanmelden. Dan rijden we door naar de, naar de terminal. We melden ons daar opnieuw aan met de reispas. Het ticket dat ze van mij hebben gekregen. Uh, en hun papier van de zeevaartpolitie. En dan, uh, dan kunnen ze aan boord. Dus dat is het eigenlijk. En als men terug na de reis terug aankomt in Antwerpen, moet men zich terug aanmelden bij de zeevaartpolitie. En dan zit de reis er volledig op. Hoe lang uh, boekt je het best op voorhand? Of hoe, hoe lang houd je het best in je achterhoofd als je zoiets voorbereidt? Hangt er een beetje van af welke reis dat je wilt boeken. Als je Antwerpen-New York wilt boeken, uh, dan raad ik aan vier, vijf maanden op voorhand. Ah, ja, toch? Ja. ja. Ja, dat is zeer populair. Um, we zitten hier met Red Starline Museum. De inspiratie om van Antwerpen naar New York te vertrekken voor mij. Uh, fantastisch museum. Ik raad iedereen aan om daar uh, een bezoek te brengen. Um, ja. Dus weliswaar wel een aantal maanden op voorhand voor de meeste reizen. Als je nu zegt Antwerpen-Finland, dan zou ik zeggen: uh, een, een maand of twee maanden uh, volstaat. Belangrijk ook om mee te geven is dat je een, uh, ten alle tijde een, reispas, een geldige reispas nodig mm -hmm. hebt. Dus een visum ook? Uh, visa hangt een beetje af van rederij tot rederij voor Canada en uh, Amerika. Um, voor sommige rederijen volstaat een een ESTA en een ETA, dus dat kan je gewoon online doen. Um, voor andere redenen is voor Amerika een B1, B2 nodig. Hmm. Uh, maar dat kunnen we allemaal uh, begeleiden. En dan, ja, we weten, voor China of uh, voor Rusland zijn er natuurlijk weer andere visa nodig. Maar ook daar uh, kunnen wij perfect informeren. Ik wil nog even, nog even terugkomen. Dat, wanneer heeft u de allereerste. Vrachtreis gedaan, of, of ik noem het nu vrachtreis, maar reis aan boord ja. van een vrachtschip. Dat was afgelopen zomer van, uh, van Antwerpen naar New York. Ja. En dat was ja. nadat u uw ontslag al had gegeven? Ja. ja. Oké, okay, dus u, u geeft ja. uw ontslag, u, u maakt zelf uiteindelijk die reis. Ja. Jaren of decennia nadat, uh, nadat iemand aan, um, niet naar u nadat uw vader De... zei uh, uh, nadat u de anekdote vertelde over uw vader en de boten, dus eigenlijk jaren of decennia nadat de, de, de initiële kiem er al was, dat, dat is iets Want Het wat... heeft dan toch nog lang geduurd. Alleen als ik u nu over vertel, dan ja. bent u daar heel gepassioneerd over. Ja. Maar het heeft dan nog best lang geduurd ja. voordat u zelf die, die stap heeft kunnen zetten. Ja. De, die beelden van, uh, van New York, uh, wat zeg ik van, van New York? van Nieuwpoort, klinkt als. Uh, die zijn eigenlijk pas teruggekomen uh, ik denk was het aan boord of vlak na aan boord uh, dat ik dacht van ligt daar nu de kiem of ligt dat toch met die fietstocht naar Lilo uh, maar water, water sowieso heeft mij altijd uh, of we gingen naar de, naar de Vlaamse kust of we gingen naar het zuiden van Frankrijk of Spanje of uh, Meestal um, zomervakanties aan zee en dan in, uh, in de winter gaan skiën. Dus, uh, en, en dan moet ik zeggen dat ik daar ook uh, ja, heel hard door verwend ben hè, door mijn ouders. Um, ja. Ik ben mij er te degen van bewust dat dat uh, zeker toen uh, helemaal niet evident was uh, om twee vakanties per jaar uh, te hebben. Maar het is dat niet vroeger uh, opgekomen om dat type reis te maken? Dat, nee. dat kwam eigenlijk pas nee. na uw ontslag, of ja. misschien rond die periode. Ja, ik heb... Uh, ik denk dat het in de lagere school was dat wij een spaaractie meededen van chocolas. Er waren zo koekjes met chocolade op. En als je genoeg punten had verzameld, ik denk dat het er 25 waren, dan kon je met de Flandria-boot door de haven van Antwerpen. Gratis. En dan gingen we met de bus van Mol naar Antwerpen, waar we sowieso al een onderneming was. Um, en ik ben ziek gevallen twee dagen voordat we naar Antwerpen vertrokken. Dus ik heb die reis nooit niet meegemaakt. Misschien dat dat er ook iets mee te maken heeft. Uh, nadien heb ik wel een aantal uh, tochten gemaakt door de haven uh, met de Flandria toen nog. Uh, en toen vond ik dat ook al fantastisch. die die containerschepen, en, en die kranen, en die dokwerkers. Uh, um. Maar dat was toen blijkbaar niet voldoende om, om, die, uh, om die stap uit te nemen. Mm -hmm. Ik had die stap ook nooit genomen op mijn 23. Nooit. Um. Ik voel me zeer comfortabel op dit moment, in dit stadium van mijn leven, om, uh, om te springen. Um omdat ik beter weet wat ik kan en wat ik niet kan. Of wat ik goed in ben en wat ik absoluut niet goed in ben. Ik ben aan het denken nu. zeg het... ik tegen uh, een 27-jarige. Een... Nee, ik vind dat... Ik vind dat um, omdat je daarnet ook zei dat dat ook deel van uw doelgroep is nu. De 23-jarige, daar was ik even aan aan het denken. Met, uh, met het opstellen van mijn financieel plan en... en... Uh, Wij zijn inderdaad, we, die, die, die drie groepen. Um, ondertussen is er nog maar één groep overgeschoten. Mag ik gokken? Ik wou het net te vragen. Ja, um, wel sowieso de 45 of 65-jarigen. Ja. Um, dan zou ik zeggen omwille van het. Financiële zou ik zeggen de 65-jarigen, maar omwille van u zou ik zeggen de 45-jarigen. Dus ik ga voor de 45-jarigen. Ja, het zijn de 65. -jarigen. Het zijn toch de 65-jarigen? Ja, momenteel, dat kan heel snel veranderen. Ik had, en ik had eigenlijk beter moeten weten, want opnieuw de parallel met het wandelen: het zijn ook de 65-jarigen, die, de, 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 Laat mij zo zeggen, de plus 55-jarigen zijn Vaar, denk ik ja. 70 à 80 procent van iedereen dat je tegenkomt. Ja. Ik had eigenlijk. Ja. Ja, 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 65, 65 ja. is inderdaad, uh, als je gisteren aan boord is, op 56 op pensioen gegaan. Mm -hmm. Men vrachten niet echter, maar als de kans wordt geboden, ja, je kunt hem moeilijk ongelijk geven. Uh. Mm -hmm. um, dus ja, dat is nu, uh, en vooral mensen die vroeger zelf professioneel gevaren hebben, lange omvaart, um, die dan getrouwd zijn, aan land zijn komen werken, en die nu terug die ervaring willen hebben van, aan boord van een vrachtschip. Zonder de verantwoordelijkheid. En genieten, hè. Zeg, doen de meeste mensen dat dan echt alleen of met hun partners? Um, of ik zal, nee, ik zal te iets anders stellen. De vraag iets anders stellen. Zij die een partner hebben, gaan die dan meestal met de partner mee of uh, toch alleen? Alleen. Ja. ja. Ik heb uh, Willy, Joël en Ronnie. Dat zijn uh, drie mensen uit een besloten Facebookgroep van... Uh, van de Lange Omvaart. Um, en die kennen elkaar al 30, 30, 40 jaar. Uh, die hebben mij ontdekt. En dat zijn nu mijn ambassadeurs. Die hebben gisteren die interviews gegeven voor ATV. Mm. Die uh, maken filmpjes van hun tochten. Die hebben hun 2000 foto's aan mij bezorgd. Die hebben een dagboek bijgehouden dat ik hun cadeau had gedaan. Handgemaakt dagboek. Um, ja, dat is fantastisch. Hè? Ook werd uh, het uh, komt geregeld naar Antwerpen. gaan we samen iets eten. Werd is ondertussen een, echt een, een goede maat van mij. We hebben elkaar echt gevonden. Um, en, en dat is mijn groot geluk. We zitten nu in de opstartfase nog van het bedrijf. Um, dus de, 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 het aantal passagiers moet nog, moet nog groeien en zo. Maar wat ik. Elke dag in mijn hoofd steek is van Joris, vergeet ondertussen niet te genieten. Hmm. En, en dat, doe ik, dat, dat doe ik nu. Dat doe ik elk moment van de dag. Um, en dat financiële, dat komt allemaal in orde. Maar als dat dan op een gegeven moment in orde is, dat financiële, en je denkt dan bij uw wagen, wat heb ik zitten stressen? En wat heb ik zitten en dit en dat. Anders ondertussen zit het een paar maanden verder en dat lost niks op. Er zijn, er zijn een aantal dingen die je, die je nu vertelt waar ik aan moet denken. Eén is opnieuw de parallel met de oudere mensen die vooral dat soort reizen doen. Dat ik vaak gesprekken met hen heb gevoerd. Want ook wat doe je op een dag als je naast Ideal. elkaar wandelt? Ja. Uh, je praat veel. Mensen die u niet kennen, dus u ook niet veroordelen om uw verleden, wat, ja. heel, wat neem ik aan ook op aan boord uh, zal gebeuren of die situatie mm -hmm. er is. Absoluut. Um, dat ik wel vaak het gevoel had of dat mensen dat bevestigden van waarom hebben wij hier zo lang mee gewacht? Waarom hebben we tot ons vijftigste, zestigste, zeventigste gewacht om, om dit of uh, dat te doen? Aan de andere kant ook natuurlijk spannend dat je zegt, ja, maar ik moet eigenlijk twee keer zo oud zijn uh, om... om Dingen te durven of te doen dat ik als, als 23-jarige niet kon of, mm -hmm. of niet mee bezig was. Er zijn mm -hmm. zo, allez, met dat je verteld, zijn er zo'n aantal dingen aan mij opkomen, um, die, wel heel, die wel heel frappant zijn. Waar mm -hmm. je aan de, ene, aan de ene kant zegt: Ik was te jong, of mensen zijn in sommige situaties te jong om te weten wat goed is voor hen. Mm -hmm. Maar de andere kant van de medaille is. Uh, het verdriet soms om, iets, om te beseffen dat je eigenlijk iets al veel vroeger had kunnen doen. Dat is niet per se een moeilijke, maar dat is geen eenvoudige balans mm -hmm. uh, om, die, om die te treffen. Ja. En ook dat ik daar straks aan u vroeg: je gaat van iemand die heel graag reist en dit type reizen maakt naar iemand die daar een bedrijf rondbouwt. Mm -hmm. en dat zijn natuurlijk wel twee. Twee verschillende dingen, ja, dat overlapt, maar dat zijn wel twee verschillende situaties. Ja. Maar je, je, hebt daar vandaag, je hebt daar vandaag wel je ritme in gevonden, of ja. die balans is, die, het gaat de goede richting uit, mm -hmm. neem ik aan. Ja, absoluut, absoluut. Um, en en de, 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 de vragen, nu alleen deze week aan boord, um, ik denk dat ik vijftien um, mensen heb of zo die gaan boeken, um, dat is fantastisch hè. Dat ze, uh, allee, zo, zo hoort het en één keer dat die mensen terugkomen met hun fantastische verhalen vertellen die dat weer en die zitten op Facebook en die, en, en het, is, het, is, het, is, het is dat wat je nodig hebt hè. Um, ik heb vroeger samen gestudeerd met Jurgen Ingels uh, clear, best... clear to pay of voor ja. het is bedrijf ja, ja. Uh, we hebben samen gedongen zeg je dat gedongen naar, uh, naar het het van Paul en Sok hmm. En uh, Jurgen, het zal u niet verbazen, Jurgen heeft dat gewonnen. Uh, en ik heb uh, één ding van Jurgen onthouden: tijd is het allerbelangrijkste bij ondernemen. En dat is een hele mooie cadeau dat ik van hem heb gekregen. En dat is geregeld ook iets wat ik mezelf moet voorhouden. Uh, geef uzelf en het bedrijf tijd. Um, en als je dan geen tijd kan geven, denk er dan twee keer over na om ermee te starten. Um, de meest, hey, als er goed is over nagedacht, maak je, maak je nog wel wat kans om, uh, om een bloeiend bedrijf uh, te starten. Maar er is niks zo erg als strakelen voor de eindmeet, of dat gevoel hebben: want, uh, kan je wel denken van dat zo is, maar is het zo? Uh... En dat is. Wat, ik, ik heb. Als ik, ik. heb veel gebreken, hè? maar als ik één groot gebrek is, is een gebrek aan. aan mm -hmm. ik, ik heb geen geduld. Mm -hmm. Ik heb geen geduld. Uh, en in deze business, in de graafse sector was dat geen mm -hmm. probleem. Hè? Ze hielden van mij. Ik heb geen geduld, dus alles moest super. Uh... Nu stellen mensen de vraag, uh, kijk ik naar New York, is uh, mei 2020, ik kan u voorstellen, wat hij met mij doet, ik kreeg vragen om, laatste drukkerij was digitaal ik kreeg vragen om 10 uur, of dat ik drukwerk tegen 4 uur kon leveren, er is, zal zeggen, in Wommelgem. Dan moest ik nog een offerte maken. Uh, dan moest dat in de planning nog passen. Dan moest dat geproduceerd worden, afgewerkt, ingepakt. Dan moest er nog transport voor geregeld worden. Dan is het handig dat je ongeduldig bent. <laughs> <laughs> ja, maar dat houden we gewoon niet vol. Hè? Mm -hmm. Want jij, jij wordt nu door uw klanten, oh, uw klanten gedwongen om op lange termijn te denken, ja? natuurlijk wel. Hè? Als ja. iemand vraagt: um, onze dertigste of vijftigste huwelijksverjaardag, ja? zeg maar iets, of welke aanleiding dan ook, is uh, begin 2021. Kunt je ja? dan iets voor ons regelen? Nou ja, maar ja goed, dat is uh, anderhalf jaar van hieruit. Ja. Dus hm. we hebben nu uh, een uh, stuk of vier, vijf passagiers die, uh, die in september gaan vertrekken. Uh, maar het, het over in december ook nog, uh, nog twee, denk ik. Ik verwacht nog wel, uh, nog wel wat andere passagiers voor het, tegen het eind van het jaar. Maar dan vanaf, uh, vanaf februari, daar zijn we nu mee bezig. Uh, dat is voor mij een totaal andere wereld. Is, uh, de beurs, ik heb nu, we, we gaan naar de vakantiebeurs in. Antwerpen, Utrecht, Breda, Brugge. Um, voorlopig Brussel um, was veel te duur. Ja, ik heb dat nu vastgelegd. Hè. Allee, Antwerpen heb ik nog niet vastgelegd, maar Utrecht ligt vast. Het hotel ligt vast. Um, zo dacht ik vroeger niet. Mm -hmm. Ook met de producties. Hè. Bij Offset, oké, okay, ik denk de drie weken vooruit... Hè. Dan gaan we een boek of zo. Maar nu, mensen zeggen ook, okay, Joris, die komen langs. Wanneer moeten wij boeken? Ja, voor mij volgend jaar. Ik zou zeggen, uh, januari, dat ik u opbel. Uh, ja, die offerte. Is dat voor een maand? Is dat goed? Hè? Mm. En dat maakt mij, dat, in het begin maakte mij dat heel onrustig. Hè? Dat, ja, uh, oh, dat is nu. Dat is er niet achter zitten. Hè. Maar uh, dat doen hem eens goed. En dat is uiteindelijk wat ik voor gekozen heb. Hè. Hmm. Dat is stref vooral verhaal. Ik heb het moeilijk met de gevolgen waar ik heel duidelijk en ook risico's voor heb genomen. Hè. Dat is mijn keuze. Maar... En je bent ook gegaan van teamwerk naar iets wat je grotendeels alleen doet, neem ik aan. Je hebt ja. wel uw partners, maar ja. um, zoek natuurlijk de uh, types uh, verbonden met ondernemerschap, maar je zit wel mm. in wat jij doet. Ik neem aan dat je geen, geen team rondom je hebt, uh, behalve dan de, de leveranciers en de rederijen ja. en, enzovoort. En, en partners ook, hè? Ja, uh, yeah. 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 maar je staat wel, um, het hangt wel van u af. Yeah. Um, wat, ook een, wat ook een hele omstap is uh, of overstap, neem ik aan. Um, ja, de, de, de laatste functie. Um was ik verantwoordelijk voor het commerciële en de productie. En moest ik dus heel team aansturen. Um, dus dat was, al, dat was al een grote stap. En nu is het, um, is het weer iets anders. Maar vooral de, de, de beginperiode. Hè. Um, ik had een gesprekken met, uh, met VVR, de Vereniging voor uh, Vlaamse Reisbureaus. Om uh, te kijken om, om lid te worden. Ik ben ondertussen lid. Uh, dat, zijn, dat, dat, zijn, dat zijn vreemde gesprekken. Hè? Ja, zit, je aan, zit je aan een reisbureau? Uh, ja, ik bied reizen aan boord van een vrachtschip. Oh ja, cruises. Ja, nee, nee, nee. Bied je pakketreizen aan? Ja, nee, nee. Ik ben go in between, tussen passagiers en rederij. Voor hen is het allemaal heel simpel, hè. er zijn tien vexjes. Joris, het is, is vexje zeven of echt, je mocht kiezen. Maar dat, dat, dat is het dus niet. Hè? Hm. Dus ik ben naar, naar mijn advocaat gestapt ik heb gezegd: van, uh, van ja, Joost, um, dit is de situatie, sta mij bij. En die heeft gezegd: Joris, je wilt niet gedagvaard worden door VVR en tegelijkertijd uw bedrijf opstarten. Dus ga dat lidmaatschap aan, berust erin dat je een reisbureau bent, en focus u op uw business. En dat was zeer wijze en goede raad van gost. En zo hebben we het dus ook gedaan. Dus van de reis, zomer 2018. De initiële reis naar New York. Ja. Tot 1 april 2019. Hm. Het heeft dan. Uh, tweede kwartaal. De oprichting. Ja, zwart. Het heeft dan uh, helemaal niet lang geduurd. Om, om er helemaal voor te gaan. Nee. Ik heb. Um, ik heb nog een toestrijkt gedaan. Omdat ik 45 plus ben. Uh, moest ik sowieso. Um, begeleiding volgen. Van wie of bij wie? Of van de. van de Vlaamse overheid. Ik ben even de naam kwijt. Als je 45 plus bent, dan word je begeleid naar een nieuwe job. Dus dat was ook... Ik heb er open kaart in gespeeld. Ik heb gezegd, ik ben niet echt op zoek naar een nieuwe job. Ik wil gewoon als startend ondernemer verder gaan. Of ik wil dat in ieder geval onderzoeken. Dan ben ik bij Sterterslabo terechtgekomen. Waar je zes maanden kan oriënteren en twaalf maanden kan ondernemen op het ondernemersnummer van Starterslabo. Um, en nogmaals, verwijzend naar Jurgen Engels, tijd is essentieel. Het was ook zeer belangrijk dat ik die kans geboden kreeg om in dat reek te stappen, uh, ondertussen een uitkering te krijgen um, en, en te beginnen bouwen aan, uh, aan Captain Zeppels. Dus uh, in september ben ik aan dat. Project, of aan dat traject kunnen, kunnen beginnen. Dat heeft altijd wel wat tijd nodig bij de VDAB en zo. Um, in september gestart en in november kwam ik te weten, ook door een bezoek bij VVR, dat de combinatie van starterslabo en een reisbureau dat dat niet ging. Oei, daar komt die dagvaarding misschien weer. Um, ik was, ik was of, toen of in de ik, een spook van de VVR ik, ik was toen de, in, in, de in de voorbereidende fase dus ik, 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 was, ik, ik was nog ik was gewoon aan nog de onderzoekende fase bezig en zo um, ik had heel wat opleidingen ook gevolgd en zo en um, professor Lemmes... Ik zei op een gegeven moment tijdens een opleiding van Joris. Je moet zien dat je een Zippels uh, zo snel mogelijk de referentie wordt voor reizen aan boord van vrachtschepen. En op dat moment dacht ik van kijk, ofwel kan ik nog 13 maanden verder blijven onderzoeken. En wat andere activiteiten doen daarnaast om toch wat te kunnen factureren in dat laatste jaar. Uh, maar november, per 1 januari starten, dat was gewoon in mijn hoofd niet mogelijk. Dus ik heb dan vrij snel bij mijn eigen gezicht van oké, okay, met, die, met die tip van, van professor Lemmers, dan starten we in het tweede kwartaal. Um, die boodschap van dat het een niet compatibel was met het andere, um, dat komt wel binnen. Omdat je denkt, oké, okay, we hebben hier een aanloopperiode van nog twaalf, 14 maanden. En op een gegeven moment wordt dat ingekort vij tot, tot vijf maanden, wat bijna overmorgen is. Mm -hmm. Waar uh, passen de Bertjes, of het Bertje, uh, in dat verhaal? De, de Bertjes ben ik... Uh, heb ik van vernomen via LinkedIn en er werd een oproep gedaan voor uh, startende ondernemingen uh, in de ID-fase of start-ups of scale-ups om uh, mee te doen aan een wedstrijd en dat was in oktober vorig jaar en ik heb niet getwijfeld de de, de grootste belemmering dat ben je zelf ik heb het ook meegemaakt bij andere startende ondernemers. Ik zeg dat ook geregeld, en dat wordt niet altijd in denk afgenomen. De, het grootste obstakel ben je zelf. Dus je moet gewoon gaan. Ik weet dat timing ook wel belangrijk is, maar je moet gewoon gaan. Dus ik heb, uh, ik heb me ingeschreven. Um, ik heb een aantal vragen beantwoord die noodzakelijk waren om te kunnen deelnemen. Um, onder andere wat uh, mijn plannen waren met Captain Zeppels. En tot mijn grote verbazing werd ik uitgenodigd om uh, te komen pitchen. Ik had Nadine Bert van Wassenhoven aan de lijn en die zei van: uh, Proficiat Joris, je bent erbij. Maar om te pitchen is het wel handig om uh, een bedrijfsnaam te hebben en iets, of, of iets van een landingspagina. En dat was de week voordat ik uh, moest gaan pitchen. Um, die landingspagina heeft gemaakt nadien, in maart, toen als we overrompeld werden door persaandacht, dat mensen konden ver verwezen worden naar die landingspagina, waar dat ze zich konden inschrijven op de nieuwsbrief, waardoor dat we nu zitten bijna met 700 inschrijvers op de nieuwsbrief. Dus die tip van Bert, ja, die... Uh, dat was een gouden tip. Um, uiteindelijk heb ik dat meegedaan met die wedstrijd. Ik, uh, ik heb die gewonnen. We werden met uh, zes kandidaat op podium uh, geroepen. En uh, de Soeien de, 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 die die avond presenteerde, die keek vlak voordat ze ging zeggen wie dat won. Even te diep in mijn ogen, waardoor dat ik zoiets zei van. Nee, dit kan niet. Uh, en ja, twee seconden nadien was was gebeurd. En een tip die ik misschien ook nog iemand kan, iedereen kan aanraden, is van ook al ben je 100 zeker dat je iets niet gaat winnen, bereid een paar zinnen voor. Want ik, ik, ja, ik kon lachen. Ja. Maar ja, dat, gaan... lijkt een, dat lijkt een tip uit ervaring. <laughs> ja, voilà. Ja. Dus uh, <laughs> met deze wordt, wordt die bevestigd. Hmm. Um, en de beertjes, de beertjes en Bert van Wassenhoven, en, uh, en Els en Sarah. Um, en ik kan er nog uh, zeker een aantal uh, anderen vergeten. Um, van de co Foundry. Ja, ja, dat is een mijlpaal. Dat is in zijn geheel um, een mijlpaal. Uh, in die zin van, uh, ja, er zit een, een bedrag aan verbonden. Waar je je eerste kosten mee kan, een deel van de website betalen en zo. Um, maar nog veel belangrijker: een jaar kunnen uh, werken in de co-foundry. Omringd door andere startende ondernemingen. Um, begeleiding van Bert, tips van Bert. Um, dat is onbetaalbaar. Is dat hier aan het uh, Mechelsplein? Is ja. Lange gastenstraat 29 tot ja. 31. Um, dus die prijs brengt u op dat moment um, visibiliteit. Ja. En dan ook um, een prijs, een fysieke ja. prijs. Een bertje. Ja. En uh, ook uh, voordelen natura, waaronder kantoorruimte en een netwerk en mensen die, ja. die je tegenkomt. Dus ik ken daar iedereen. We hebben service we hier uh, een kleine bijeenkomst van uh, van Brio Voca, uh, van mijn collega's. Um, ik ga dat ook nog eens tegen iedereen zeggen. Van, uh, als je twijfelt, doe dat gewoon. Uh, ik heb ook mijn Busy Day meegedaan. Um, je komt heel veel andere starters tegen. Je, je breidt je netwerk weer uit. Uh, mensen hebben tips. Uh, alleen ga je het niet redden. Hè. Als er nu echt één zekerheid is, alleen maak je 0% kans om een bedrijf op de grond te stampen. Dus uh, je goed omringen en veel geven. Was er iemand die dit al deed in België? Nee, uh, Nederland? Uh, of, ik, ik bedoel, vooral had je een bedrijf of iemand om van te lenen of ideeën van te krijgen, want in België ken ik het inderdaad ook zo kan niemand nee, kunnen denken. Er zijn, er zijn een aantal agencies in Europa, uh, Engeland, Australië, waar ik uh, waar ik wel informatie heb van uh, van, van kunnen krijgen, ja, door, door de websites te bezoeken en zo. Um, want het moest het concept niet bestaan, was ik ook nooit aan begonnen. Maar in uh, in België en Nederland, bij mij weten. Uh, is er geen agency, uh, wat heel veel opportuniteiten met zich meebrengt. Je, je zit met de haven van, uh, van Antwerpen, Zeebrug is een starthaven voor ons, uh, vlissingen, Moerdijk, Rotterdam, Amsterdam. Eimuiden? Is dat... Eimuiden dat? is Amsterdam. Oh, dat is Amsterdam. Ja, ja, ja. ja. dus uh, en van daar je heel de wereld, zelfs van het haven van Antwerpen. Hè. Dus ja. Uh, yeah. um, daar straks vertelde je dat je een week voor de presentatie een website moest opzetten, een landingspagina ja. en een naam. Ja. Van waar kwam die? Ik Sta Stamcafé in Antwerpen, of nee, dat is een restaurant in Antwerpen. Ja, dat is, ja. Nee, dat is geen café. Hè? Ja, en ik kan u verzekeren, met het winnen van de beertjes, dat ik, dat ik te weten kwam van, uh, dat, het, dat, uh, dat ons kantoor dan, of mijn kantoor, dan uh, schuin tegenover uh, kapitein Zeppels uh, was. <laughs> Ik ben al een postpakket mogen afhalen bij Kapitein Zeppels. Al zeggende van ja, er is hier een pakket afgegeven voor Captain Zeppels. En ik kom dat hier afhalen. Gelukkig bleek die man te weten over wel, welk pakket dat, dat ging. Maar dat had echt wel een heel uh, raar en grappig verhaal kunnen worden. Allee, sowieso is het wel een, een grappig verhaal. Ik had er ook geregeld uh, iets eten of iets drinken. Uh, uh. Maar Kapitein Zeppels, of Captain Z Kapitein Zeppels, Captain Zeppels, um, ja, het idee. Ik heb heel veel namen overwogen en op een gegeven moment is het Captain Zeppels geworden omdat ik heel veel uh, sympathie heb voor de, voor de figuur. Um, en ook voor Sennoroufard. Ik heb trouwens opleiding gekregen uh, vorig jaar van zijn, van zijn schoondochter, die mij dat achteraf heeft laten weten als ik de naam had gekozen. Um, en het, het mysterieuze van Captain Zeppels, uh, de traagheid, moet je ziet zien op, uh, op YouTube als je die programma's ziet. Dat, is, dat heeft iets van een traagheid dat, dat mensen nu niet meer kunnen verdragen. Wacht, ik heb trouwens geen flauw benul wie Zeppels of uh, Captain Zeppels is. Captain Zeppels kwam van ergens een mysterieus figuur. Op een gegeven moment een dorp binnengewandeld um, en. Uh, op dat moment begonnen er van alle avonturen zich, uh, zich uh, te ontwikkelen. Uh, hij, had, hij kwam uh, ook aan op een paard. Uh, hij had een, een wagen, een amfibievoertuig, zodat hij gewoon over straat, maar ook in één keer door het water kon, kon gaan. Uh, voor die tijd uh, ja, heel speciaal. Uh. Maar het is vooral de, de, een beetje de mythische figuur en vooral de traagheid, uh, de rust. Uh, dat zijn zo de zaken die ik, uh, de reden waarom ik uh, voor de naam Captain Zeppels heb, uh, heb gekozen. En ja, Captain Zeppels met, met het café en zo. En uh, dat was geen optie, uh, vandaar dat het uh, Captain Zeppels is geworden. Welke rol heeft uh, Indoor Roeien in uw leven? Hoe ziet u? Welke, welke rol speelt uh, Indoor Roeien in uw leven? Dat is even iets helemaal anders. Ja? Ik, zal, ik zal het anders uh, ja? meer kaderen. Ik zag op uw website... Sportief kan ik me uitleven met indoor roeien, fietsen, ah, fietsen okay, in de ja, stad, ja. Ja, 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 ja. zeilen en skiën. Ja. En ik vroeg me af welke rol speelt indoor roeien nog in uw leven? Uh, op dit moment staat dat op een zeer laag pitje. Uh, mijn vriendin heeft al een paar keer gezegd om het, uh, om het abonnement in de fitness uh, op te zeggen. We uh, dat denk ik een, een goede beslissing zou zijn. Um, ik, heb, ik heb ooit een, een, een roeitoestel ge, gekocht. Ik heb daar, um, denk ik, vier keer op gezeten. Uh, was, de, toen helemaal niets voor mij. En dan ben ik op een gegeven moment naar de fitness gegaan. We hebben beginnen fietsen en zo. En toen heb ik dat roeitoestel. Um, en ik heb de laatste jaren bijna wekelijks uh, gaan roeien, uh, gaan steppen. En crosstrainer, twee uur. Waarvan één uur op het roeitoestel. Mm. Dat moet je natuurlijk opbouwen door de jaren heen. Uh, ik vind het fantastisch, roeien. Uh, je, doet dat, uh, je doet dat een uur. Ik heb ooit twee uur geroeid. Uh, maar geroeid tegen uw wagen. En ik heb nooit de ambitie gehad om in competitie te gaan met andere mensen. Alleen maar met mezelf. En daar is roeien ideaal voor. En ik heb mij laten vertellen dat je daar ook bijna al je spieren mee, mee traint. Dus uh, neemt niet veel plaats in. Je kan dat gewoon opklappen, tegen de muur zitten. Ik zou iedereen aanraden om uh, te gaan roeien. Bij het, uh, dus bij het indoor roeien, het fietsen in de stad, het zeilen en het skiën, met misschien uitzondering van zeilen, zijn wel allemaal individuele sporten. Mm. En misschien nog wat meer kader, maar op een bepaald moment in, de, in het afgelopen jaar besefte ik voor mij dat ik eigenlijk um, uh, mijn dat de teamsporten die ik geprobeerd heb als kind mij eigenlijk altijd nogal zijn tegengevallen. Mm -hmm. um, en dat de uh, individuele activiteiten of sporten. Uh, ik heb ook, ik heb dan geroeid in de hogeschool, maar ook een roeitoestel, dus dat herken ik van thuis op je eentje. Fietsen, wandelen, skiën is ook nog wel solitair. Ja. Zeilen misschien nog iets anders. Um, is dat voor u hetzelfde? Ja, absoluut. Dat alleen zijn, dat... Uh... Ik ken, je gezicht alleen zijn hè. Uh, dat is gewoon om aan te geven dat je, dat je niemand rond u hebt, maar voor mij is dat zelfs... Ik zal alleen zijn, maar het is niet eenzaam. Ik ben, ik hm. ben... Verveling heb ik nog nooit gekend. Ik weet niet meer dat dat is verveling. Um, en alleen zijn heb ik ook geen problemen mee. Ik ben heel graag omringd uh, door uh, de mensen waar ik goede gesprekken mee kan. Uh, ik geniet ervan, hè. zoals, uh, zoals Sevens. Als uh, een man of twaalf uh, naar hier komt. Uh, ik geniet er mijn volle teugen van. Hè. En dat is ook het leuk weten, het delen. Het... Joris, de kapitein, geeft mij de mogelijkheid om hier een week aan boord te zitten, waardoor dat wij hier zitten, maar ook waardoor. Ik heb die mensen van, van, van Briovoca uitgenodigd. Ik heb die kleine gisteren met zijn kapiteinspet uitgenodigd. Ik heb zelfs trouwens hier gisteren aan boord, vandaag trouwens ook. Ik kom elke dag trouwens voorbij. Mm -hmm. um, dat, is een, dat is een foto hier aan, aan boord van het schip. Kunnen maken. En iedereen, dat, het verschil maken voor mensen, dat is, uh, dat is wat ik van, uh, van geniet. Maar ik heb ook mijn tijd, en mijn vriendin weet dat, ik heb ook tijd alleen nodig. Ik heb dat nodig. Uh, zaterdags ik mijn vriendin de stad in, ik blijf thuis. Een boek, een krant. Krant ook minder en minder. Vooral boeken. Um, dat is wat ik uh, gelukkig van ben. Woont je in de stad? we woont op het zuid, hm. uh, in de Haantjeslei. Uh, ja, fantastische buurt, so, super rustig, gigantische tuinen, we hebben een vrij groot terras, maar gigantische tuinen bij de buren, zelfs een buur met een, met een, een groot zwembad in de tuin, dat veel mensen buiten de stad gewoon niet bij stilstaan, maar er uh, zijn in Antwerpen mensen met gigantische tuinen, mm. groter dan uh, sommige mensen in Mol. Bergen en zeeën zijn een rode draad in mijn leven en hebben veel gemeen. Wat hebben die precies gemeen? Wel, ik ben uh, in januari dit jaar voor de eerste keer alleen gaan skiën um, en dat gaf me de mogelijkheid om, uh, om over zo'n dingen na te denken. Ik stel mij de vraag van, van of dat kwam gewoon binnen. Wat hebben oceanen en bergen met elkaar gemeenschappelijk? Het te vergezichten, uh, wis het wisselen van het weer en de snelheid daarvan, uh, het omringd zijn door de natuur, op, op hoogte zitten, Allee, in de bergen zitten dan dan 3000 in, uh, voor te skiën, op een schip zitten 25 meter boven het water, voelt u ook Bijna God, hè? Je zit er boven Jan en in Alaman, uh, indrukwekkend. Um, het eenzame van de bergen ook, um, inspirerende plaats. Uh, en ook een bepaald soort publiek dat, uh, dat gaat skiën. Um, al is dat de laatste 15 jaar natuurlijk veel veranderd. Um, ben, Laatste jaar in Les Menuies gaan skiën en aan Val torens en zo. toen nog alleen, de 600 kilometer. Je hebt dus nog een, een aantal andere mondaine uh, skigebieden. Uh, ik, ben, ik ben dit jaar gewoon teruggedraaid. Ik, ik kwam de Bontjassen tegemoet geskied en ik ben teruggedraaid en ik dacht fijn, dit skigebied is te groot om tussen de Bontjassen te gaan skiën. Mm. Um, en dat is ook dat is in de plaats waar ik uh, energie haal. Dat is uh, zeilen met Joris uh, en skiën. Uh, dat, is, ja, dat is fantastisch. Dat is, uh, ja. En vriendelijke mensen ook. Zo, ik weet niet of je dat hier hebt gemerkt. Gisteren uh, bezoekers ook aan boord. Ah Joris, iedereen zegt hier goede dag, ja, inderdaad. Vanaf dat je achter het poortje komt, iedereen zegt goeiedag, je doet een babbeltje, iedereen heeft ook tijd, je zult dat net gezien hebben, er kwam een schip aan, je pakt een lijntje aan, je helpt mensen. Dat is iets wat ik mis aan de andere kant van de poort, dat is respect. Maar dat is opnieuw een, een parallel met wandelen, waarin ik vaak merkte is dat je van zodra je een Gedeelde activiteit of interesse hebt, dat je dat het veel makkelijker wordt om iemand, te, dat het makkelijker wordt om vriendelijk te zijn. Als ik door de straat, als ik nu zelfs op de mer wandel, mm -hmm. ieder zit daar, of de meeste mensen zitten daar in hun eigen wereld, mm -hmm. inclusief ikzelf, aan het denken over wat gaan we eten straks. Ja. Terwijl op, op het moment dat je zelfs, en dat is heel fysiek, zoals je zelf zegt, achter het poortje, mm -hmm. je komt hier in een. In een iets meer gedeelde wereld. Je zit mm -hmm. nog altijd in je eigen wereld met je problemen, ja. maar je zit wel even op, op iets wat gedeeld wordt. Mm -hmm. En ik, ik, dat was bij wandelen ook vaak, dat je mensen waarvan ik dacht: amai, moest ik die heel eerlijk, moest ik die morgen zo zijn tegenkomen? Ik zou er waarschijnlijk niet zijn tegen beginnen mm -hmm. praten, want uh, om ja. willen van een aantal redenen. Maar dan zit je die mensen daar en ja, je hebt, je hebt nou ja, dat vonkje. Yeah. En dat, en dat, dat, dat mm -hmm. wordt dan meer omdat je daar die, die, uh, die de gemeenschappelijke deel hebt. Mm -hmm. En ik kan me wel voorstellen dat u dat vrij veel energie geeft en dat je dan zegt: maar ja, Mensen zijn wel vriendelijk of mensen yeah. wel, uh, staan wel open voor een babbeltje, maar dat daar soms letterlijk een, een fysieke ruimte voor moet zijn. Ja, yeah. mm -hmm. yeah. en, en er moet ook een, er moet een mix zijn van gedeelde ideeën um, en anders zijn. Voor mij moeten, moeten mensen niet volledig mijn ideeën, liefst niet, want ik ben altijd op zoek om mijn eigen ideeën af te toetsen of nieuwe ideeën te krijgen. Uh, dat maakt het, dat maakt het leven, leven boeiend. Maar dat moet een soort van mix zijn, waar je inderdaad zegt van: uh, het feit dat je met iemand anders aan het wandelen bent en, en niet gewoon door de straat, maar echt tochten maakt, maakt dat je iets deelt. En dat is, het, dat is het vertrekpunt waar dat andere gesprekken kunnen overgaan, maar, maar je hebt wel een soort van basis. Mm -hmm. En die, die is inderdaad, denk ik, wel belangrijk om een om, om, om basis te delen. Verder op je uw, op uw Over Captain Zeppels pagina staat ook nog: Ik ben introvert en extrovert. Mm -hmm. um, wist je al op je 23e? Um, ik denk het wel. Ik denk het wel. Um, ik ben een paar maanden geleden tegengekomen die mij kende toen als ik 18 was, um, en die heeft mij dat gezegd. Die zei van uh, dat ik, ik, ik kan heel uitbundig zijn en, en heel open en zo, maar ik kan, uh, ik kan even goed gesloten zijn. En dat is ook wat ik de, 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 de er net zei: van, ik, heb, ik heb tijd nodig gewoon voor mijn eigen. En is dat dan gesloten zijn of is dat introvert zijn? Uh, ik vind de combinatie vooral leuk: tussen de mensen zijn, mensen die ik graag zie of, of nieuwe mensen, uh, en daarnaast nadenken, lezen, uh, ideeën opdoen om, om dat niet met andere mensen ook te delen. He. Dat is. Uh, ja en gesloten Geslo ben vrij open maar ook vrij vrij gesloten um, die heeft ooit een vriendin uh, ze is overleden helaas aan kanker um, dat is 23 denk ik uh, die heeft die heeft dat ooit tegen mij gezegd wij zijn van mijn beste vriendinnen en die zei joris je moet Open worden, je hebt zich gesloten. Je slaat je emotioneel af. ik kan u verzekeren, toen was ze al ziek, dat kwam binnen. Hè? Als je je beste vriendin zegt, uh, heeft ze voor mij een gesloten boek. Oh wow, man. Dan denk je, hey, wat ik, dan denk je van, hey, wat zijn we zijn eigenlijk bezig. Hmm. En ik vond dat knap dat ze dat zei, want allez, ze zeggen ook: directie bij mij en voor hetzelfde geld worden kwaad. Of, ik, was, ik was gewoon knock-out. Ik was, uh... En dat heeft mij, ja, als mensen zo'n als mensen dingen zeggen, dan, dan dat is dat niets wat je ergens wegsteekt, dat, dat blijft hangen. Hè? En, dat, uh, en dat helpt om meer open te zijn en dat is met falen en opstaan. Ik sluit ook aan bij wat je daar straks zei van uh, neem de kans als die zich aanbiedt. Absoluut. Wat kan er? Absoluut. Hmm. Ja. Het, 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 is, het is een gigantisch cliché, maar het, het leven is te kort om te denken, ah oh, ja oké, okay, weet je, uh, volg de week of... Uh, uh, en bij ondernemen is het heel simpel hè. <laughs> als je de opportuniteit die pakt, op een gegeven moment is het gewoon over hè. Uh, en dat helpt wel. Dat helpt wel. Want de gevolgen zijn groter dan. of meer merkbaar dan. dan als je in, in, in loondienst werkt. Uh, in die zin. Maar ook persoonlijk. Hè. Um, ik, ik, ik loop soms door de stad en ik, ik zie daar mensen, mannen of vrouwen. Dat ik, uh, ik, ik zie die en ik denk van. Daar zou ik nu eens een gesprek mee willen, maar dat is sociaal niet aanvaard. Hè? Mm. Je kunt moeilijk op de, op de mer of op het zaten. tegen een vrouw en tegen een mevrouw had je allemaal niet, uh, zeggen van hey, juffrouw uh, of mevrouw... Uh... En hoe zeg je dat ook? Hè? <laughs> hoe zeg je mm. dat iemand interessant denkt? Allee, dus... Maar ik ben ervan overtuigd dat daardoor heel veel interessante gesprekken ook verloren gaan. En dat is gewoon jammer, uh, want er is al zo weinig. Zoals dit, hè. Ik, dit is zo fantastisch om gewoon met elkaar uh, te spreken. Ik kan u verzekeren... Nu ga ik geen namen noemen. Ik heb tot nu toe <laughs> veel namen genoemd, maar ik, ik, heb, uh, ik heb een gesprek gehad met een krant. Um, en uh, krant had mij opgebeld, voor alle duidelijkheid. Uh, en ik had gelukkig gevraagd om het artikel na te lezen uh, en daar stond, daar stond zo'n onzin in. Ik ga zelfs niet zeggen wat erin stond, omdat het zo grof was dat ik heb gezegd tegen de journalist: kijk, ofwel past u het aan, ofwel zal het niet verschijnen. En ik heb letterlijk. In het begin wij dat nog een beetje van. Sugger, wat denkt jij? Ik heb letterlijk. In China doen ze dat denk ik ook. De zinnen geschrapt met, in het rood die eruit moesten. Omdat het zo afschuwelijk was. En dat teruggestuurd. En uiteindelijk is het artikel verschenen zoals ik. Uh, ik begrijp niet hoe dat sommige kranten tegenwoordig bezig zijn. Hè. Ik snap dat ze hun kliks moeten hebben. Maar de, 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 de waarheid en de waardigheid... Allez, waar is de ondergrenzen? Ik was... Ik ben hier heb geschokkeerd. Ik was zwaar geschokkeerd. Ik was heel zwaar geschokkeerd. Dus een les... <laughs> ik ben hier vandaag alleen maar lessen aan het uitdelen. Als je een interview geeft, eisen dat, dat je dat kan nalezen... En hou je been sterven want uit dat artikel verschenen, dat is niet goed gekomen. Hmm. Hoe komt dat? Dat was nu net de, de vraag die ik u wilde stellen. Dan vraag ik mij af, wij bezield een journalist, een volwassen journalist, om van alle sensatie bij een interview te gooien waar we het niet over hebben gehad. Um, ja, wat, wat bezielt zo iemand? Is dat omdat hij die kliks omdat moet krijgen op die, op, die in, op, op die artikels of zo? Is dat die hoofdredacteur die zegt... Oh, Gooi er maar wat quotes tussen. Uh, ik, dat staat heel ver van mijn wereld. Mm -hmm. Maar mijn, mijn zin om, uh, om interviews te geven... Um, is daardoor wel uh, een beetje getemperd. Je hebt meer kopzorgen of meer, frustratie misschien niet, maar meer schrik van oei, wat gaat er nu weer uitkomen, dan de meerwaarde dat je zou hebben om een interview te absoluut, geven. Absoluut, absoluut. Mm. Ik was nog niet gestart met Captain Zeppos mm. En op een gegeven moment, er, er komt een artikel in Flow-magazine, het digitale magazine van de haven van Antwerpen, dat wordt opgepikt door, uh, door een aantal kranten, die moet ik ze ook niet bij naam noemen, maar uh, verschillende kranten, Radio 1. Um, VTM belde mij op. Um, ik wist niet wat mij overkwam. Um, en op dat moment kan je zeggen: van ja, weet je, We zijn nog niet gestart met Captain Zeppels. Bel mij binnen twee maanden maar terug. Ik bedoel, dat, dat is gewoon niet slippen. Uh, op dat moment is het fijn, oké, okay, ja, weet je, uh... En ik heb totaal geen ervaring met interviews geven later ook ATV trouwens uh, uh, die dat fantastisch doen um, maar je kunt daar als je dus uh, in het begin van je start een bedrijf en je geeft een interview mm. en je komt iets tegen wat ik heb tegengekomen uh, ik zal niet zeggen dat het boeken toe is maar nee uh, hey. Je zit bezig om je bedrijf namens bekendheid te geven en zo. En, allee, dus... Heb je ooit uh, The Big Short gezien, die film? Of het gelijknamige boek van Michael nee. Lewis? Dat, ga, nee. dat is een film over de financiële crisis van 2008. En in de film is een scène waarin twee jonge gasten uh, eigenlijk de deal van hun leven maken. Dus zij, um, zij verwachten dat... Het systeem in elkaar stuikt en zij maken een deal met een aantal banken en ze gaan daar enorm op verdienen. En ze komen de lobby naar beneden en um, ze zijn aan het dansen en uitbundig aan het vieren. En dat is met Brad Pitt in die scène, dat, dat yeah. hun begeleider is. En hij zegt, en ik vind dat een van de sterkste scènes in die film. Hij, zegt, hij, hij, hij wordt heel kwaad op die gasten en hij zegt: Stop met dansen en dat te vieren. Waarop zij zeggen: Ja, maar um, we hebben de deal van ons leven gesloten, we gaan mm. miljonairs worden. En, en hij, en ik, ik, ik mensen moeten het maar opzoeken, ik ga hem niet uh, uh, oneer aan doen. Maar hij zegt. Hij speelt in die, in die film de rol van de bankier, die het gewoon. die de, echt het kotsbeus, hoe dat daar wordt omgegaan met mm -hmm. mensen. Hij zegt: um, vergeet niet, je hebt net gewet tegen de Amerikaanse economie. Mm hij -hmm. wil zeggen: als je gelijk hebt, zet heb je veel geld verdienen. Hij wil ook zeggen: als je gelijk hebt, verliezen mensen hun job, mm -hmm. hun pensioen sparen, mm -hmm. al, die, al dat soort dingen. En dan zegt hij. Een van de dingen die ik haat aan bankieren is dat mensen uh, gereduceerd worden tot cijfers. Ja. En hier is een cijfer: elke 40.000, elke 1% dat de werkloosheid omhoog gaat, sterven 40.000 mensen. Mm. En zij zijn natuurlijk, je zij ziet hen in die scène gaan van de enthousiaste jonge gassen, die, even, die inderdaad een deal hebben gemaakt, mm. maar die als waar wordt wat zij hebben opgedeeld, ook echte mensen onderlijden. En als, je dat, en als je dat vertelt, ik denk dat je een parallel hebt in media waar er kan over je geschreven worden. Mm -hmm. Of het voor kliks is of iets anders, dat is nog een andere discussie. Maar er ligt daar een heel grote asymmetrie tussen wat, dat wat zij proberen te bereiken ja. en de mensen die ze proberen te bereiken. En dat wat jij doet. Mm -hmm. Want jij kunt een half jaar, een jaar, jaren aan iets werken. Ja. Als je morgen een film maakt. Er zijn mensen die werken een decennium of ja. aan een film, aan een Absoluut. boek, en dan is daar een of andere journalist en opnieuw, iedereen heeft zijn eigen job. Binnen de grenzen van respectvol met elkaar omgaan. Ja. Maar je zit daar met twee heel andere, twee heel andere doelgroepen of heel ja. andere systemen en die botsen. Want jij zegt, ja. ja, maar ik ben daar maanden aan bezig om dat zorgvuldig voor te bereiden, om iets te lanceren. Ja. Ik ben ondernemer, daar komt heel veel bij kijken. Ja. En dan zou daar een of andere dweep. Um, om, om welke reden dan ook, en misschien met slechte intenties of met goede intenties, het ja. maakt niet uit. Nee. Een heel groot deel van uw werk uh, onderuit halen mm -hmm. of, of, of negatief ja. beïnvloeden of wat ja. dan ook. Um, en als je dan zo die scène in je achterhoofd houdt, ik, ik moet daar regelmatig aan denken: van ja, dat zijn gewoon twee heel verschillende werelden. Mm -hmm. en, en kunt u daar heel hard in opjagen, maar in dit geval, zit je een van die mensen die zijn job gaat verliezen en ja dat die mm -hmm. andere daar enorm veel mee verdienen of iets anders daarmee ja. bereiken daar liggen die niet van wakker en je kunt daar, dat is opnieuw zo'n punt je kunt daar enorm droevig van worden maar dat is mm -hmm. op, op bepaalde in een bepaalde manier is dat de realiteit zoals ze is absoluut, en absoluut, uh... maar dat is een wereld die ik zo ver mogelijk van mij wil wil weghouden mm -hmm. um, op, dat, op dat moment ik kan niet tegen onrecht ik word zot dus op dat moment dat ik dat lees pak ik de telefoon ik wacht eerst vijf minuten want anders komt dat helemaal niet goed uh, en dan ben ik super assertief en dan hoort men blijkbaar ook wel direct dat het menes is en dat er niet uh, dat er dat allez, bedoel, het is bedoel niet direct to the point maar wat je daarnet net zei deed me ook denken aan het feit van uh, dat ik een beetje allergisch ben aan uh, tegenwoordig iedereen heeft een mening um, en iedereen moet me kender beoordelen. En dat heeft ook een beetje te maken met... Hé, je maakt een film en dan is er, zijn er tien critici die dan gaan zeggen hoe dat je film is. Uh, ik vind dat niet echt veel bijbrengen. Ik vind dat zelfs erg, want daardoor ga ik films die ik misschien fantastisch vind, niet gaan, gaan zien. Ik bedoel, ik ben... En iedereen is wel volwassen genoeg om zelf uh, een film te gaan allee, beoordelen of zo. En laten mensen zelf ook maar eens gaan zoeken. Hè. Laat mensen eens naar een boekenwinkel gaan en daar eens twee uur gaan kijken. Mm. En op de achterflap, hè, dan is het natuurlijk ook weer een beoordeling, maar dan een korte inhoud of uh, impact, impact verdorie is wel risico in het leven. Jesus. Het doet um, mij denken aan een artikel dat ik ooit gelezen heb. In het Engels was het de drie moeilijkste woorden, of de, of de drie woorden die we niet durven zeggen. In het Nederlands zou het de vier woorden zijn. En de meeste mensen denken dan intuïtief, I love you, of ik hou van u. Ja. En in het artikel argumenteren ze, nee, nee de drie moeilijkste woorden zijn, I don't know, of ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet, ja, vier in het Nederlands. Mm -hmm. um, wat daarbij aansluit, um, iedereen heeft een mening, of wordt geacht een mening te hebben, terwijl er niks mis is met uh, gewoon, uh, ik weet het niet, moeten zeggen. En er was een bepaald interview met Robin Hansen, een Amerikaanse auteur, van The Elephant in the Brain, is een, een boek over stereotypen en hoe dat, wij, mm -hmm. hoe dat heel veel van onze beweegredenen, wij proberen dat te rationaliseren. Zoals als je mij nu zou vragen, waarom zit je mij hier eigenlijk te spreken? Ik zou daar rationeel op kunnen antwoorden, maar de, eigenlijk, de echte redenen gaan ons in heel veel van ons dagelijks leven mm -hmm. gaat ons gewoon voorbij. En op een bepaald moment wordt hij geïnterviewd. Uh, op een, um, bij een Conversations with Tyler en de interviewer vraagt aan hem je hebt dit nu twintig of dertig jaar bestudeerd wat is uw mening daarover? Mm -hmm. en hij zegt, ik weet het niet waarop hij zegt, ja maar, als iemand het zou moeten weten yeah. zou jij het toch zeggen? waarop hij zegt, het is perfect acceptabel om iets dertig jaar te bestuderen en te zeggen, ik weet het niet en dan is het zo, dat is zo ja, ja inderdaad ja. het onderweg zijn ik ken het niet genoeg, blijven herhalen. Het onderweg zijn is het belangrijkste. Niet nie de bestemming. Want de bestemming gaat je misschien nooit niet halen. Dus geniet van elke dag. Allee, dat is waar ik nu, uh, nu heel hard uh, mee bezig ben. En ja, Proberen mensen hun, hun leven te, te veranderen of een meerwaarde te geven, maar ook de mensen aan boord. Hè hier zitten tot, uh, wat zeg ik uh, crew, crew, Filipino crew zit tot negen maanden aan boord uh, komen we bijna niet meer van boord omdat er geen tijd voor is of, of financieel of, uh, um, die appreciatie is ook niet echt uh, heel hoog en um, iedereen heeft appreciatie nodig uh, en dan heb ik het niet over financiële appreciatie ja, ja. Um, en door dus passagiers aan boord te brengen van vrachtschepen, heb ik zelf ook mogen ondervinden, uh, verander, verander je die mensen hun leven voor de trip dat die passagiers aan boord zijn. Wat, wat, wat gebeurt er? Ik noem die mensen soms, ik noem die soms de monniken van, van de zee. Die leven in een afgesloten gemeenschap waar dat iedereen weet van elkaar wat hij doet. Dus als die, als die al samen eten, dan gaan die niet aan elkaar vragen wat die had deze vanmiddag gedaan. Want die weten dat perfect. Dus daar wordt niet veel gecommuniceerd. Filipino's onder elkaar wordt nog wel gelachen. En die zijn meestal ook vrolijk, want die denken van we kunnen wat we, kunnen we een genoeg gaan doen, maar het leven gaat verder. Dus als we maar veel lachen, dan worden we ook gelukkig heel intelligent. Um, en dus door passagiers aan boord te brengen, ben ik ervan overtuigd dat de Filipino uh, crew en ook andere crew die daarvoor openstaan, um, voor de periode dat ze aanwezig zijn, ook daar hun leven wat aangenamer kan maken, voor de beide partijen. Win-win. En dan het ecologische aspect, uh, want dat is soms ook nog uh, een, een discussie. Uh, Zomer zonder vliegen, die mensen aanmoedigt om uh, het, niet het vliegtuig te nemen, maar die bieden alternatieven aan. Uh, zijn sinds het begin van... Uh, van ik heb Zeppels-fan. Um, dat is, zo heet die organisatie, ja, of, dat, of dat initiatief? Ja, Zomer Zonder Vliegen. Ja. Ja, ja. Um, en het idee van Captain Zeppels, of het concept, is eigenlijk er zijn lege kajaten aan boord van de vrachtschepen die we aanbieden. En in opdracht van de rederij bieden we die kajaten aan. Waardoor dat je eigenlijk meelift aan boord van een vrachtschip. Een vrachtschip dat 100% gefocust is op vracht. Dus meeliften, vandaag ook het ecologische uh, idee de rechter. Um, dus naar de passagiers toe, naar de bemanning toe, in het ecologisch aspect, um, vind ik heel, heel belangrijk. Waar ik net nog aan moest denken, en in principe, je hebt zo... Uh, principes of waarden waaraan mm. je probeert te houden als mens. Ja. En ik vind een van die dingen is, als je goed doet voor iemand, mm -hmm. moet je dat in principe niet vertellen aan andere mensen, want dan mm. wordt het nogal snel van kijk eens, ik heb iets goeds ja, gedaan. Ja. We komen een voorbeeld geven van, ik ben dit weekend teruggekomen met de bus uit Londen. En we moesten daar wel aan dan um, waar dat we de trein hebben genomen, moesten we door de, de paspoortcontrole. En dat was zo'n oudere vrouw. En uh, zat, zat een badge op met, uh, met Rosie. Mm -hmm. En ik geef mijn. Ik geef mijn uh, het was in een namiddag. Uh, het was vijf uur s'avonds. En ik geef mijn, mijn identiteitskaart. En ik zeg: uh, Hello Rosie of thank you Rosie. En ze kijkt op. En ze zegt: Wow, oh, je zit de eerste persoon vandaag die mijn naam ziet staan. Mm -hmm. En denk. Want ik probeerde echt al jaren heel bewust. Ook bijvoorbeeld in de restaurants probeer ik ook heel bewust een kellner. Zeker in het begin van hoe heet mm -hmm. jij? Ja geld geven of tippen is gemakkelijk, maar zo even, gewoon even ja. dank u voor wat je doet of bedank de kok mm -hmm. wat dan ook. En dat, dat zij dat zei, aan de ene kant denk ik van, ik doe dat graag want je ziet die mensen mm -hmm. echt opkijken van wauw, iemand mm -hmm. herinnert iemand weet mijn naam en dan, ah ja tuurlijk, dat hangt op mijn borst. Maar dat die dan zegt, ja je bent de eerste die vandaag mijn naam zegt mm -hmm. ik vind dat ook zo vrij, dat zegt dat is toch dan denk je, ja, dat is toch ook jammer. Alleen ik bedoel, en je ja. ziet hier niet dat mensen uw naam zeggen, maar het feit dat dat zo dat dat toch blijkbaar zo uh, zelden gebeurt en zeker als je aan die reacties die zo van ah, juist juist ja ik heb, ik heb ook nog een naam ik ben hier niet gewoon een machine dat ik mm -hmm. kan doen dus ik... maar dat, op dat moment maakte verbindingen op dat moment verbind kreeg, kreeg de verbinding en daarvoor is dat inderdaad en met alle respect voor die mevrouw of dat ze nu een, een automaat zitten waar dat je, je ticket in in, in in de poortjes gaan lopen of uh, ja um, en, en die mevrouw, die staat daar en je spreekt die ook niet aan, je kijkt die ook niet aan. Eigenlijk zou je zeggen met een automaat. En op het moment dat je inderdaad die, die mevrouw aanspreekt met een voornaam, um, ja, dan gebeurt er iets. En, en dat, dat, dat is de magie van mensen ontmoeten elkaar in de ogen kijken. Ik vraag dat ook aan iedereen die geïnteresseerd is in reizen aan boord van vrachtschepen. Maak wat tijd, kom bij ons op bezoek, laat ons een gesprek hebben. Daar is koffie erbij. Um, dan kan ik zien wat dat uw wensen zijn. Dan kan ik antwoorden op uw vragen. En dat is zoveel aangenamer dan via mail of via telefoon. Uh. En dat past ook in het concept. Natuurlijk, als dat uw overtuiging is. Je, je vindt vaker mensen die die niet delen of daar gewoon geen ervaring mee hebben. Dus. Mm -hmm. En dan kom ik terug op waar we het daar net over hadden. Um, toen je zei hij van ja, het gaat niet om de bestemming, maar um, om de reis die je maakt. Mm -hmm. Trouwens, toen ik begon te podcasten, drie, vier jaar geleden, deed ik dat onder kapitein Kobe. En ik weet dat ik, vaak tegen, dat ik toen tegen mensen zei van ja, maar eigenlijk, vroeger een kapitein die wist wel zijn bestemming, maar voor 99% van de reis zag hij zijn bestemming niet. Dus die moest er wel op vertrouwen. En dan nog, ik spreek nog van voorgeven ja, ja. mensen, maar zelfs dan, die moesten erop vertrouwen dat hem de goede weg opging, maar hij zag zijn bestemming niet. ik gaf dat vaak, ik zeg je, ik vind om de een of andere manier, vind ik die, die metafoor of die analogie wel heel tof, mm. omdat je vaak, je weet wel van oké, okay, die richting wil ik uit, ik maak ja. een financieel plan, of ik doe ja. dit, of ik ja. ga op date met iemand, dus we hebben wel een richting, maar waar dat dat concreet naartoe gaat... Ja, dat zien we wel. Ik vond, ja. dat, ik vond het altijd toen zo, aan de ene kant had je dat zo ver gezocht aan de andere kant vond ik dat wel altijd al uh, leuk om in mijn achterhoofd te houden. Mm -hmm. Wat ik wou zeggen, of wou vragen is, het, het kan soms vermoeiend zijn dat je dat constant daarop terugbotst, dat, dat bijvoorbeeld iemand je mailt en dat je zegt van ja maar, kom een keer af, ja maar nee, ik heb er eigenlijk, ja maar, een keer twee uur komen bouwen, maar mm -hmm. nee, we, dat kunnen we over vier weken doen en we willen eigenlijk de week daarna vertrekken, mm -hmm. hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Hoe, hoe probeert je dat zelf misschien te creëren in uw in leven, in uw relatie en dan bij uitbreiding ook um, in uw in in zaak of in uw in bedrijf? Um, ja, op dit moment is hey, het nieuw-nieuwe er al vanaf. Hè. Er zijn al uh, verschillende passagiers teruggekomen. Um, maar dat is een beetje zoeken. Dat is een beetje zoeken. En uiteindelijk... Um, het belangrijkste is dat, dat, dat mensen boeken. Hè? Dus uh, als iemand uh, via de telefoon of, of via mail vijf mails wilt sturen om alle informatie te krijgen, voor mij ook uh, oké. Okay. Ik, ik ben daar zeer flexibel in. Um, en, en, en in die zin ben ik niet anders dan een ander bedrijf, uh, de klant die, uh, die zegt maar, hoe, hoe, dat, hoe mm -hmm. dat je het wilt, hè? met natuurlijk uh, bepaalde grenzen. Um, maar het is een beetje een uitzoeken ook van, ik, ik zeg nu Fijnwitte, iedereen bij ons op kantoor uitnodigen, uh, misschien binnen, binnen zes maanden, dat ook niet meer mogelijk is, hè, als, er, als er zoveel aanvragen binnenkomen. Um, maar nu dat het kan, graag. Hè. Er is tijd, er is... Uh, um, en de, de, de valkuil is natuurlijk van dat je er dag en nacht mee bezig bent. En dat je ook eens af en toe uh, de boel de boel moet laten en het loslaten. Um, en dat wordt op het thuisfront al wel eens uh, gezegd. En terecht. Uh, maar dat is moeilijk. Hebt iemand die u daaraan herinnert? Ja. Hm. <laughs> ja, de, dat is. Uh, ja. Ja, ook, ook dat is niet evident. Uh, uh, ondernemen en, uh, en relaties. Uh, ik heb de indruk dat er een taboe op, uh, op zit. Er zijn nog wel taboes, maar uh, de, ik denk dat dat er één van is. Je bedoelt uh, het samenspel tussen die twee? Ja. Hmm. ja. Vooral als, als, je, uh, als je partner in loondienst werkt, en, en, en in mijn geval ik zelf ook, uh, en dan de ene die, die, gaat dan, uh, die start aan een onderneming. Ja, dat is een totaal ander leven. Hè. Dat is een totaal ander leven. Uh, dus dat is aanpassen. En dat is aanpassen voor alle twee. Um, en proberen daar een middenweg in, in te, te vinden. Ik heb er met andere ondernemers ook over gehad. Uh, die zetten het soms extremer nog. Die, uh, van maandagochtend tot vrijdagavond is het 100% business. En uh, het weekend is uh, 100% privé. Dat is iets wat ik niet kan. Ik was net aan het denken. Ja, ja, ja. ja. ja dat is echt de stekker eruit. Stikker, ik ken dat niet. Hm. Nog het ene, nog het andere. Bij mij loopt dat gewoon continu door en ik ken dat eventueel op een lager pitch. Hè. Maar moet jij dan uh, voor jezelf uh, en uw partner heel bewust tijd creëren? Dat je bijvoorbeeld zegt: kijk, een drukke dag laat of zelfs een drukke week, maar we proberen wel samen te ontbijten of samen avond te eten. Of ja. die, we hebben een dag waarin we iets met ons tweeden, ja. wel... er is wel een. Um... Het is wel een kader waarbinnen je beweegt. Het is niet dat, dat het allemaal, allemaal maar in de moment... Um, um, wat probeer ik te zeggen? Het is niet dat het allemaal maar willekeurig is. Nee. Um, nee, 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 nee. Ik bedoel, het is inderdaad wel belangrijk van, van wij structuur te hebben. Um, wij staan samen op. Wij ontbijten meestal samen. Avondeten. Als ik zelf misschien afspraken heb, uh, gebeurt ook samen. Um, We hebben nog een weekend. Uh, hier aan boord gezeten, maar dan in Nederland. Um, nacht verbleven hier op het schip. Um, en dan in s'avonds, als ik geen afspraken buiten huis, dan, dan ben ik dus thuis en dan, uh, dan werk ik. Uh, mijn vriendin die leest een boek of die kijkt tv of, uh, en ik werk met mijn laptop in, in, in de zetel, dus uh, ja, in mijn half oog. Uh, volg je elkaar? Uh, um. Dus dat, fysi dat fysieke bij elkaar in de buurt zijn, is toch ook wel belangrijk. Uh. Maar dat is niet gemakkelijk en ik hoor dat bij, bij andere starters ook uh, dat, uh, dat er opmerkingen zijn van, we uh, zijn nu mogelijk? In het eerste jaar ga jij dan niks verdienen, of, of het eerste half jaar ga jij dan niks verdienen en je zit er dag en nacht mee bezig. In. Um. Maar ook daar weer, dat is, dat is een momentopname. Um, maar als je dan eens twee jaar verder bent, dan zeggen zeg mensen van, amai zeg, uh, een ze wat je allemaal verwezenlijkt hebt. Uh, en als het misgaat, dan heb je weer andere reacties dan, uh, want daar ben, ik, daar ben ik ook niet naïef in hè? Um, Dat... Uh, ik denk dat dat in Vlaanderen nog altijd wel uh, is zo van dat je heel veel supporters hebt, maar als het misgaat, dan uh, tot de rechterhoek wel wordt gezegd van. Ja, we, we wisten van in het begin al dat dat. Uh. Heb je het moeilijk om complimenten aan te nemen? Ja. Ja. Dat is. <laughs> dat is. Uh, dat is. Dat is. De 180. Uh, hm. Ja. Ja, daar heb ik het heel moeilijk mee. Ja. Mensen, mensen komen nu uh, naar mij van, uh, fantastisch bezig in uh, interviews en, 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 en reizigers en ook en mijn passagiers ook en zo. Hè. Fantastisch. Uh. En dat is het ook. Hè. Um, en, ik, ik, en ik zal dat ook wel ik deel dat ook met mensen, hè, mijn ervaringen en zo. Maar als mensen dat tegen mij zeggen, dan. Uh, ja, dat vind ik moeilijk. Uh, en ik. Ik apprecieer dat als mensen dat zeggen. En ik, 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 ik hou ervan. Hè, en ik, ik zeg dan ook al. Oh, merci. Uh, ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom dat ik daar... Dat ik daar moeilijk mee heb. Ik weet één ding wel. De reden waarom dat ik. Na 17 jaar ben ik weggegaan bij de drukkerij, is door een gebrek aan appreciatie. Ik kreeg mijn appreciatie van mijn collega's en van mijn klanten, maar niet door mijn werk, niet van mijn werkgevers. En dat heeft mij heel veel zeer gedaan. De platitude, mensen verlaten geen bedrijven maar managers, is uh, daarmee te maken? Nee, 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 gewoon de dagdagelijkse leiding. Hmm. Het was nooit niet goed genoeg. Um, klanten die, uh, die waren euforisch omdat het ons als bedrijf nog maar eens gelukt was en ik als zorgde dan om uh, tijdig, correct en uh, kwalitatief drukwerk te leveren. Um, maar mijn werkgevers die zeiden nooit van joh is prachtig of tegen mijn collega's. Hoe moeilijk kan het zijn? Kost geen geld. Gewoon is. Nee. Nee. Ik heb een afscheidsrink gegeven. Ik was van plan om het niet te zeggen. Ik kan het toch zeggen. Ik heb een afscheidsrink gegeven voor mijn collega's. Er was heel veel volk. Mijn werkgevers waren er ook. Drie. Um, iedereen had cadeaus bij. Ik moest van hun geen cadeau hebben. Ze hebben mij geen cadeau gegeven was op een vrijdagavond, en toen als ze doorgingen, hebben ze mij zelfs geen goed weekend gewenst. Na 17 jaar dienst. En dan vraag ik me af: waarom? En wat ik ondertussen heb geleerd, is dat om, om dat niet te lang te doen, want sommige dingen. er is geen waarom. Het is gewoon zoals het is. Maar ik ben zeer blij dat ik daar 17 jaar heb gewerkt met heel veel liefde, maar ik ben nog meer blij dat de stolp van mij is afge afgehaald. Dat ik kans heb gekregen uh, ben, door, door, door Miki Neef, ik ben die er heel dankbaar voor. Um, en dat, dat ik nu hier met u zit, want dit is het heden. Hè? En dat we vandaar tot vandaag zijn gekomen. Maar zo'n dingen vergeet ik nooit en ook wat dat mijn minst doet, he. geen appreciatie krijgen en nooit, het is nooit goed genoeg. Je um, hoort misschien dat er komt zo kwaad uit in mijn stemmen. maar um, ja, ik ben ook nooit meer, ik ben een keer terug geweest, er was nog iets blijven staan, ik kon er ook niet meer binnen. Ik spreek nog geheel met collega's, af, um, Maar uh, nee, dat is een afgesloten hoofdstuk. Het overlapt een stukje met. Uh, daar straks zeg je dat je uh, kwaad kunt worden van onrecht. Mm -hmm. Of onrechtvaardigheid. Ja. Um, Heel kwaad. Ja. Overlapt daar een stukje mee? Mm -hmm. Absoluut. Ja. Ik, uh, ik word niet rap kwaad. Um, maar als je mij. Als je mij beschuldigt van een zaak waar ik, uh, waar ik niks mee te maken heb, uh, dan kun je best uit de weg blijven. Ik, uh, ik, ben, één keer, ik ben één keer heel kwaad geworden, dat was op mijn vader. Mijn vader heeft 40 jaar in een gesloten jeugdinstelling in Mol gewerkt. Dus hij uh, hebben agressie meegemaakt en zo. Um, die verschroot. En Dat is iets wat je niet wilt. Hè. Je wilt niet in een positie geduwd worden, uh, waar er zo een kwaadheid naar boven komt. Uh, maar op dat moment was dat zo. En dan wilde je daar zo snel mogelijk van weg. En dan is gebeurde er ongelukken. Uh, door ouder te worden, kreeg je wel wat meer rust in zo. Maar dat uh, is de uh, button waar je best vanaf kunt blijven. Ja onderricht, ook voor andere mensen. Hè. Ik heb uh, Sint-Jan Wegmans College in Mol vroeger uh, gesten gepist zien worden die drie jaar jonger waren. En dat was voor mij heel simpel. Hè. Dan ging ik naar die gest en dan zei ik van, als jij de volgende week nog één keer vijf meter in de buurt komt van die andere, dan gaat je iets meemaken, vriend. En ik zette tegen die andere... Wat er ook gebeurt, als ze vijf meter bij u in de buurt komt, komt naar mij en die doet dat geen tweede keer meer. En die kleine, die voelde ze, want er was natuurlijk ook weer leeftijdsverschil met die ender, die voelde ze na in één keer uh, groter worden. En die ender heeft dat niet gedaan. Zo. En zo'n dingen vergeten mensen niet. En dat is nogmaals het verschil maken, door iets heel kleins, maar voor die, voor die gast ben ik zeker, dat is uh, op dat moment, er staan en erger voorkomen. Want nu, tegenwoordig, pestgedrag heeft altijd bestaan. Hè. Dat is afschuwelijk. Dat is het laagste van het laagste. Als je niets beter te doen hebt dan mensen te pesten, Ja, en op een jonge school, hè. dus hoogstwaarschijnlijk met nu wat meisjes sinds, uh, sinds 20 jaar of zo, of langer, 30 jaar, uh, zal het ook allemaal wel wat gebeterd zijn, maar uh, onrecht. Ik weet dat ik met um, een vriend aan het spreken was, en het ging over de... Um... Over de verloningen bij grote bedrijven. dat bijvoorbeeld een CEO. zoveel een factor meer verdient van dan de laagst betaalde persoon. Ja. En ik zeg. ik zeg. Ik, ik zeg hoe dat. Ik, dat zo op, ik, ik zeg tegen hem. hoe dat je mij overtuigt. om dat te veranderen. is niet door te zeggen. die CEO verdient duizend keer veel, meer. en dat is te veel. Mm -hmm. dat is dat. een miljardenbedrijf is. Dus dan begrijp ik gewoon simpelweg. waarom dat zijn mm -hmm. loon zo hoog is. Ik zeg. maar als je mij wilt overtuigen. Moet je een argument maken wat op onrecht gebaseerd is en wat ik daarmee bedoel is, dan CEO heel veel verdient, heb ik geen probleem mee. Maar als de laagst betaalde, de poetsvrouw, mm -hmm. maakt niet uit, met kerst misschien cadeaus voor haar kinderen zelfs kan kopen, ja. ik zeg dat is iets, dat is iets heel anders. Mm -hmm. Ik zeg dat die CEO veel verdient, dat is één ding. Maar de bottom line is wel dat iedereen tenminste iets kan doen. En ja. ik zeg, en die, en, want dat is voor mij ook een stukje waar dat onrecht of die onrechtvaardigheid ja. naar boven komt. Dus Ieder doet zijn werk. De een heeft misschien wat meer talent, wat meer geluk. Het maakt niet uit. Mm -hmm. En dat is, daar heb ik nog tot een bepaalde hoogte heel veel begrip voor. Maar het feit dat er sommige mensen zijn die zelfs geen minimum hebben het mm -hmm. kopen van een cadeau voor ja. hun kinderen of het maakt niet uit. Of zelfs twee uur vroeger is van hun werk weg kunnen om mm -hmm. ze iets te doen hebben. Ik zeg, dat is een heel ander argument. Ja. En zo, ik begrijp, met, of het, het, het klinkt heel bekend uh, met wat je vertelt over, over die soort dingen. Ik wil nog even terugkomen op, op wat je daarnet zei: van, uh, dat het moeilijk is om dat, om dat te vieren, of dat om, sorry, om complimenten aan te nemen. Ja. Hoe, 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 hoe maak je jezelf dan bewust als er iets te vieren is, of hoe probeert je dat dan toch op te volgen, of toch daarvoor toch te beseffen van: ah ja, maar wacht eens. Ik ben daar nu mee begonnen, een jaar geleden ongeveer, rond deze periode, mm -hmm. en dat is zo en zo geëvolueerd. Hier sta ik nu, daar wil ik naartoe. Zit je daar überhaupt dan bewust mee bezig, of probeert je dat bewust te maken? Ja. Ja, en daar maak ik ook, maak ik ook tijd voor. Um, geregeld is, uh, is, is teruggaan in de tijd. Hè, van uh, oké, okay, uh, 1 april zijn we gestart. Um, en zo eens kijken we dat er allemaal gepasseerd is. Uh, de ontmoeting met Wertholzlmans. Wert uh, is een fantastische kerel. Wert uh. stuurde mij een mailtje. En die zei van: Joris, uh, ik, ben, ik, ik heb Captain Zeppels ontdekt via de krant. Ik zou je heel graag ontmoeten. Uh, ik zou heel graag een reis doen naar Ierland om te beginnen, naar, naar Jamaica. Uh, ik weet zelfs niet of dat hij dat heeft gezegd. Allee, ik, ik wil in ieder geval afspreken. Maar als je daar niet ziet zitten, zeg dat vooral. En ik dacht bij mijn eigen fan: Werd oh, Hulselmens, scenarist, van salamander, uh, Stille waters, je kan ze nog wel even verder gaan. Die naar mij een mail stuurt van: ik wil met u afspreken, maar Joris, als je er geen goest in hebt, zeg het vooral. Dat was voor mij echt zo de wereld op zijn kop. Uh, hebben we hebben afgesproken in uh, de gaarkeuken 110. Ik herinner me dat ik voordat ik, voordat ik ging zitten, daar werd zei van: um, Ierland moet al boeken hè? Uh, en nadien uh, ging ik naar Jamaica, waarop dat ik zei, uh, wil jij nog iets drinken? Mm. <laughs> ik ben naar een toog gegaan, ik ben gaan zitten, en uh, dat klikte van in het begin. Hey, dat klikte volgens mij al van de vormen waar we elkaar nog nooit niet ontmoet. Um, en dat zijn voor, vooral voor mij de mijlpalen. Uh, het gaat ook al weleens wat minder, omdat ik geen geduld heb, uh, en dan stuurt de werkman een mail. En dan, dan zie je de dingen weer helemaal anders. Een stukje appreciatie. Appreciatie. Je zegt van Joris, je is ook bezig, jongen. Je moet alleen niet, 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 niet zo gigantisch hoge verwachtingen hebben. Hey, Geef je eigen wat tijd. En dan denk ik, ja, inderdaad, hey, gelijk, je hey, gelijk. Hey. Um, ja, heel veel appreciatie voor mekaar. Volgende week hebben we weer afgesproken, gaan we samen eten en dan is het weer van en wat heb jij gedaan en, we, en uh, ja, dan zijn we beide, uh, zijn we beide terug zestien, hè? Het is eh uh... en dat zijn de leuke dingen en, en... er zijn zo nog verschillende mijlpalen, uh. de beertjes sowieso, uh. Uh. ja. Het is veel. Het is veel en het gaat hard. Als um, dus ik zie wat ik het laatste jaar heb gedaan. Um, ik herinner mij dat zelfs bijna niet meer, mm. omdat het zoveel is. Uh, en en je, je merkt dat pas als je zo in je documenten of in je mailbox. Of, uh, en een denkt: oh ja, inderdaad. Oh ja, Oké, okay, daar een afspraak. Okay, uh. Als je nu je businessplan van toen nog eens leest. Maar, Goed dat je erover begint. Goed dat je erover begint. Um, met alle respecten, maar een businessplan maken op drie jaar, bespaar u alsjeblieft de moeite. Als je weet dat het er binnen drie maanden ongeveer boven je hoofd denkt, dat is bijna de te winnen. De essentiële vraag is hoe lang kan ik het uitzingen met geen inkomsten of zeer beperkte inkomsten? Dat is de vraag, vanaf dat je gestart bent. Dus vanaf dat het startschot gaat, dan weet je oké, okay, ik kan het uitzingen tot daar zonder inkomsten. En vanaf dat de inkomsten binnenkomen, ja, dan verschuift die datum gewoon. Zo, zo, zo simpel is het. En je kunt daar honderden Excel-lijsten over maken. En, maar man, echt. Een financieel plan is ook zo'n pleziertje. Maar, ja, ik, ik snap nog dat je dat doet. Eh, als het misloopt en, en, en je in je gelaten put achter en zo, dan is het wel interessant om een goed financieel plan te kunnen na, eh, voorleggen. Maar als je daar ook weer. Een financieel plan van, vanuit de zevende hemel hebt geschreven en zich die rechten misschien ook even, meneer of mevrouw waren misschien niet uh, een beetje te enthousiast. Uh. Ik heb het de twee richtingen zien uitgaan. Hè. Ik heb mensen horen vertellen van, uh, dat ze er met uh, 43 euro aan inkomsten per dag wel gingen geraken als zelfstandige Dan komen we van een ander planeten. Maar ik heb er ook meegemaakt die uh, 250.000 euro inkomsten gingen hebben. En dan, dan heb ik het niet over reizen verkopen hè, van 5.000 euro. Want oké, okay, het is te zien wat je er nog van overhoudt. Nee, nee, dan, dan gaat het over, uh, over coaching of zo. Hè. Dan is de rekening ook niet zo moeilijk te maken. Hè. Je deelt het gewoon door het aantal dagen dat je wilt werken en het aantal uur. Dan kom je op een prijs van ik weet niet, hè, allee. Uh, en daarvoor is starterslabo wel, uh, wel goed om, uh, om mensen een beetje, uh, alleen om de grootste, en de grootste ongeluk een beetje te doen, mensen er tegen te beschermen. Uh, wat wat dat voor u en voor mij evident is, maar ja, voor andere mensen niet. Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Ik dacht, tot, tot vijf jaar geleden dacht ik dat iedereen dacht zoals dat ik dacht. En dan dacht ik, alle jong, waarom doet hij dat nu? Je weet dat toch? Omdat ik dacht dat, dat je was zoals... Maar dat is het niet. De meeste mensen zijn niet zoals, dat, zoals dat ik ben. Dus die denken anders. Vandaar dat die ook anders doen. En dat inzicht... Ja, dat, 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 is, dat is te zot om door te doen. Hè? Maar dat is fantastisch. Want nu, nu denk ik... Oh ja, die doet dat. Ja, die zal dat niet weten. Hè? Ja, ik weet dat. Maar daarover weet hij dat niet. Hè? Vandaar dat hij dat doet begrijpen van mensen is voor mij een hobby goedkeuren dat is het volgende level maar ik probeer, ik probeer ook als mensen mij iets iets aandoen ofzo ik probeer, probeer mensen altijd te begrijpen omdat dat mij zelf vooral helpt als je begrijpt waarom dat iemand iets doet, iets fout doet dat helpt voor het verwerkingsproces, of voor iets te plaatsen wat is dan goedkeuren? Vergeven. Dat um, is zo'n beetje de, 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 de next level, um, iemand, iemand doet iets verkeerd. Je begrijpt dat um, en je keurt dat goed. Die het dat dat meestal te maken heeft met de omstandigheden. Het is heel gemakkelijk om iemand te veroordelen, maar belangrijk is om te weten wat er voor is gebeurd. Um, het is een beetje hetzelfde. Hè? Um, ik hoop als ik, ik tien keer tegen je schouder box, en jij boxt mij terug, en we pakken enkel het moment dat jij mij boxt, dan zie je je jongen: allez. Je mocht die jongens toch niet in zijn gezicht slaan, zo'n sympathieke jongen. En dan probeer je dat te begrijpen, en dan in één keer, ja, maar ja, die Joris zei tien keer uur. Ah, Oké, okay. dan begrijp ik dat. Waarom dat je dat hebt gedaan? En neem ik er ook geen probleem mee. Um, ik ben ondertussen naar de tijd aan het kijken. Uh, want er zijn nog twee, twee onderwerpen die ik zeker wil aansnijden. Ja. Eentje is, um, voor het gesprek had je het kort, voordat we begonnen op te nemen, had je het kort over de organisaties waarmee je samenwerkt. Mm -hmm. En ik had het begrepen als een uh, soort van inspiratie. Vertel over, over wat je doet met Captain Zeppels. Maar ik heb misschien, uh, of je daar zelfs iets over mm -hmm. kunt vertellen. En dan, hebben we zijn er eigenlijk mee geopend. Maar we hebben het nog steeds niet over boeken gehad. Dus daar... Um, ik kan niet geloven dat we al twee uur en tien minuten aan het praten zijn en het nog niet over boeken hebben. Um, dus dus die, die twee dingen wil ik zeker nog even, nog even bespreken. Ja. Voordat we, voordat we gaan, moeten, gaan moeten afsluiten. Ja. ja. Laten we beginnen bij de organisaties. De organisaties. Ik, uh, ik ben nu vooral op zoek naar organisaties waar ik... Uh, ik heb kan gaan gaan voorstellen. Ik begrijp dat er heel veel organisaties zijn die geregeld sprekers uitnodigen. Um, en omdat uh, het concept van reis aan boord van vrachtschepen nieuw is, kan ik me voorstellen dat dat voor vele organisaties interessant kan zijn om, uh, om ons uit te nodigen voor, uh, voor een uur en een half uh, te spreken over uh, mijn eigen reis, uh, ervaringen, mijn eigen reis naar New York. De ervaring van, uh, van andere passagiers ondertussen. Um, en dat ook heel breed te trekken. Um, ik vind dat heel fijn om voor mensen te spreken. Uh, en en weer, weer mensen te ontmoeten en, en vragen te krijgen. Uh, dus daar ben ik momenteel uh, nog op zoek. Vanaf september wil ik uh, één of twee avonden vrijmaken uh, om de baan op te gaan. En, uh... en dus dat is niet de intentie voor u om, we gaan ons product verkopen, maar we willen vooral... Dat zou niet slim zijn. Dat zou niet slim, zijn. Mm, ja. dat zou niet slim zijn. Het is uh, vooral namelijk het inspireren, of het misschien zelfs simpelweg het vertellen dat het bestaat, mm -hmm. wat het inhoudt, mm -hmm. en dat als ze geïnteresseerd zijn, mm -hmm. ja. Ja. maar vooral het mensen bewust maken dat er zoiets is als ruimte creëren op vijf dagen. Wat trouwens ook heel interessant is, omdat opnieuw, sorry dat ik de parallel met wandelen zo vaak maak, maar er zijn ook, ik hoor die ook vaak... Die is ook dus uh, ja, graag. Ik hoor ook vaak van mensen dat ze dan zeggen Ja maar Kobe, je gaat dan wandelen en je doet 30 kilometer op een dag, dat kan ik niet. Ik zeg, dat moet je ook helemaal niet. Maar als ik dan bijvoorbeeld aan mijn ouders of mensen van hun leeftijd denk, dat is, dat is fysiek, dus die zijn op zoek naar bepaalde dingen die mm -hmm. in beide terugkomen, namelijk die dat solitair zijn of het, ja, ik weet niet wat de juiste Nederlandse vertaling is, maar op ja. zichzelf zijn. Mm -hmm. Zonder misschien dat, dat fysieke aspect. Mm -hmm. Dus, dus van, vandaar ook van, ah ja, maar kijk, als jij twee weken op jezelf wilt zijn, of met een aantal mensen, ja. maar voornamelijk op jezelf afgescheiden of afgezonderd van de wereld. Mm -hmm. um, of misschien net niet, afhankelijk van hoe je het bekijkt, mm -hmm. afhankelijk van wat de wereld is. Um, van, ah ja, dat bestaat ook. Je hoeft niet met blaren op je voeten na de derde dag, bij wijze van spreken, te gaan wandelen. Nee, je kunt eigenlijk ook. Dit of dit of dit doen. Mm -hmm. Zo van ah, ik ben wel graag aan een boot, maar ik ben wel graag op, op een boot. Maar zo'n cruise is mij wel heel druk. Mm -hmm. Maar ik geniet van, van, van die ruimte. Ja. Zo ah ja, kijk, je kunt ook zo een mm. keer met een vrachtschip of met een, met een schip uh, kunnen meegaan. Ja. Zo. Ja. Het belang, dat inzicht heb ik al eigenlijk vrij snel gekregen. Het belangrijkste is dat mensen weten dat het bestaat. Dat is het. Mm -hmm. Dus ik, ik zeg, we zijn van Captain Zeppels, wij laten mensen reizen aan boord van vrachtschepen, dat is mijn pitch. En als het dan stil blijft, dan zeg ik nog wel wat meer, maar meestal is dat niet, omdat mensen men, blijft aan stil, omdat mensen aan het nadenken zijn van, dat is niet evident, hè? Als je weet dat iets niet bestaat, en een reizen en vrachtschip. Je krijgt dan de meest rare reacties. Hè? Ah, uh, Leggen ze dan in zo'n container? Houden ze dan containers vrij voor die passagiers? Ligden ze dan in een hangmat? Uh, Slaapten ze dan in een slaapzaal? Uh, nee, nee, iedereen heeft zijn eigen kajuit en gedeelt die. Met een partner die je meeneemt of je neemt je wijk uit, je hebt een eigen badkamer, uh, je eet wel samen met, uh, met de passagiers, eventueel met de crew. Uh, ja. Dus dat is de essentie. Gewoon, het bestaat. Heel, dat is het meest vrijblijvende. Mm. Voilà. Ik besta en ik geloof er echt in. Hè? Als mensen, ze komen wel naar u. Ja, ze vinden u wel. Ja. En zeker zij die geïnteresseerd zijn, ja. vinden nu wel. Ja. Want ook, um, daar hadden we het daar straks even over, um, de, de prijs. Ik weet dat ik vroeger altijd dacht, een, een, een reis met een boot mm -hmm. ga ik eens doen, omdat dat een goedkoper alternatief ja. zou zijn om ergens te geraken. Ja. Maar toen zei ik ook, uh, ik ga u parafraseren, maar toen zei ik ook, maar wacht eens, er is een verschil tussen, uh, opnieuw, het doel, de bestemming en de reis. Er mm -hmm. is een verschil tussen. Uh, Um, transportmethodes transport ja. met elkaar te vergelijken. Ja. De vlie, het vliegtuig, de boot enzovoort. Maar je zegt nee, je zit eigenlijk op een, op een schip waar je uh, drie gangen, of um, sorry, drie, drie uh, momenten per dag, dag drie, eet, drie ja. per dag eet ja. met een chef-kok, ja. waar je al dan niet sauna, wat fa faciliteiten hebt, ja. fitnessruimte. Mm -hmm. En het gaat, er, het, het gaat er niet om van ah, ik kan met het vliegtuig voor 200 euro naar New York, mm -hmm. of voor 300 op en af en met een boot is dat duurder. Nee, nee het gaat mm -hmm. er om dat zijn transportmethodes, mm -hmm. maar dat is niet de kern van de reis. En ja. dat dat wel... En zo, zo had ik daar zelf nog niet over nagedacht, van... Ah, nu ga ik misschien veertien dagen aan een boot zitten, mm -hmm. en dat is mijn reis. Ja. In plaats van, ah, ik ga veertien dagen met de boot ergens naartoe, en dan... Ja, ah, maar dat is wel duurder dan ik gedacht had, mm -hmm. ah, ja, omdat je daar... Omdat je eigenlijk... Je bent, t, t, um, twee verschillende dingen door dezelfde bril aan het bekijken ja. Die, die, ja, die er heel anders uitzien. Mm -hmm. zo. Ja. Ja, ik, ik zeg het, je, je zit met maximum 12 passagiers op een schip. Uh, ik denk dat het grootste schip uh, 360 meter is. Uh, bij mijn weten steken er 4.000 of 5.000 toeristen op op uh, Luxe Cruisen. Dus uh, allee, er is voor ieder wat wil ze. Uh, maar ik, ik vond het fantastisch om. Met een en andere passagier, een Amerikaan, New, New York binnen te lopen. aan boord van een 300-meterschip. vlak onder de brug. Manhattan uit de wolken te zien verschijnen. het staanbeeld stand, um, en dan uiteindelijk uh, aan te leggen in, in Newark. Met, uh, met zicht op, uh, op de luchthaven van New van Newark. Dat um, is, is een ervaring. Dat is me geen pin te beschrijven. Hè. Dat is iets waar ik elke dag van geniet. Het schip, drie dagen geleden, lag op dezelfde positie wat ik net zei van het vooruitstaande beeld, Manhattan. Ik heb dan een screenshot van genomen. Dat was het moment, hè. Een jaar geleden, met drie, drie dagen speling. En, en, en daar betaal ik ook voor, hè. Ik, we, we, me, mensen zeggen oh, dat, dat is te duur. Maar dat kan zijn. Dat kan zijn dat het voor u te duur is. <coughs> dat je inderdaad sorry, niet de financiële middelen hebt. Um, wat, ik, wat, wat ik heel interessant vind, is uh, mensen die terugkomen om diezelfde vraag te stellen: Ik zeg, en vind het nu duur? Hmm. Ik pas het verschil. Nu ben ik heel gevaarlijk bezig. Ik pas het verschil bij van wat ze te duur vonden van die prijs. Voor dat moment, en er zijn honderden momenten geweest hè, op weg naar New York, hè, maar één moment was met fruitstambeeld. Dat moment, dat was mij gewoon die vijf minuten, dat was mij de volledige prijs al waard. Hmm. Los van eten en... Uh, ja. Moeten we afronden? Want... Nee, maar mijn gsm gaat even af, ja? dus dat kan zijn dat er iemand voor de deur staat. Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is tien voor zes, uh... ja. wacht, dan zullen we anders hier afronden, dat is misschien het gemakkelijkste. Ja. Heel pijnlijk, want die boeken... Want ik, 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 had graag nog, uh, ik had dat topic nog heel graag aangesloten. En het is ook, ook een topic wat uh, tijd verdient, dus ik ga ja. niet, we gaan het er niet rond. Ik wil alleen nog meegeven dat ik de Toverberg van Thomas Mann heb gelezen aan boord. En dat er heel veel uh, gelijkenissen zitten tussen, uh, ook met de, met de bergen. Zullen we... Uh, we kunnen misschien afspreken... Dat ik dat boek lees, dan kom ik eens een keer terug. Mm -hmm. En dan uh, beginnen we over Perfect. boeken te praten. En dan zien we wel hoe ver het, hoe ver het voor de rest staat. Um, en hoe dat uiteindelijk gaat. Ja, en dan wil ik mij ook wel een beetje voorbereiden. Want ik heb een zeer slecht geheugen. Mm -hmm. um, als we het over boeken hebben en zo, mm -hmm. um, dat ik mij een beetje documenteer. Ja, dan. Uh... Dat is goed. Maar dat is denk dat ik daar meer tijd voor heb. Terwijl dat je aan het lezen bent, dat <laughs> is toch wel vrij dik. Ja. Ik, wat, wat, ik, wat ik ook zou kunnen doen is even nadenken over een boek waar ik heel veel aan heb gehad. Dat ik zeg, ja. in die context: van lees jij mm -hmm. dit? Um, ik lees uh, van Thomas Mann, de, ik had het moeten herbeluisteren. Toverberg. Maar, ja. Toverberg. Um, dat, we een, dat we een aanleiding hebben. Ja, ah. super. Goed, dan uh, Joris, merci voor, uh, voor tijd vrij Want te ik maken. Vond het, ik vond het <laughs> fantastisch. <laughs> <laughs> het, het wordt ook integraal gepubliceerd. Ja. Um, dus, uh, dus ik hoop ook voor, voor de luisteraars dat ze er uh, evenveel van genieten als dat ik hier genoten heb. Ja. Um, en, en heel veel succes, maar opnieuw uh, ik, zou, uh, ik zou het leuk vinden om uh, over een aantal uh, maanden of over een jaar we zien wel wanneer, ja. uh, een follow-up te doen en uh, de boeken als uitgangspunt te nemen en dan uh, zien hoe ver we geraken. Ik kijk er hm. nu al naar uit. Het was, het was heerlijk. <laughs> Alright, voilà. super. Goed, Dank wel. Merci.